អីចឹងអញតាមអញឡា Welkom iedereen. Vandaag weer een, een nieuwe aflevering van, van de Eindbazen. En uh, we hebben vandaag een, weer een atleet. En ik denk een, een hele bijzondere. Want als we kijken naar de atleten die we tot nu toe hebben gehad, daar was Karen Toffmerzian één van. En dat is een typisch voorbeeld van een atleet waarbij alles in stijgende lijn is gegaan. En vandaag hebben we iemand die uh, ja, ook een beetje de dalen heeft leren kennen afgelopen jaar. En dan heb ik het over uh, MMA-vechter Stefan Streuwe. Welkom. En uh, leuk dat je hier bent. Uh, ik denk dat voor een heleboel mensen die jou niet kennen, de kenners, die uh, hoef ik geen uitleg meer te geven. Voor de mensen die jou niet kennen, uh, jij bent een van de weinige Nederlandse vechters die uh, Mixed Martial Arts doet bij de grootste organisatie in Amerika. De Ultimate Fighting Championships, oftewel de UFC. En uh, daar gaan we het vandaag over hebben. En jij komt eigenlijk net uh, terug uh, van een uh, ja, van je laatste. Uh, mm. Ervaring bij de UFC, uh, dat was je partij tegen Alistair Overeem, nadat je een uh, behoorlijke tijd uh, ja, eruit hebt gelegen. Uh, daar gaan we het straks nog even wat verder over hebben. Maar ja, om maar even met de deur in huis te vallen, um, ja. hoe is het je vergaan na je laatste partij? Na de laatste partij? Ja, heel teleurgesteld natuurlijk. Uh, kan je iets meer in de... oh, ja, Heel teleurgesteld natuurlijk na ja, wat er gebeurd is. Ik heb niks laten zien in die partij, dus ja, zo simpel is het. Um, gewoon lekker mijn rust gepakt, heel veel nagedacht. Uh, teleurstelling wordt eigenlijk telkens meer en meer. Ja. En dat ja, is alleen maar goed, want ik moet weer beginnen met trainen. Dus die uh, ja, teleurstelling ga ik gebruiken als motivatie, uiteraard. Dus, ja, het, is, um, het hoort er helaas bij. Um, voor mij voelt het alsof de laatste twee partijen, en dan vooral de partij tegen Hunt, waar ik nog niet wist dat ik een, ha een hartkwaal had. Ja. En uh, onder mijn kunnen presteren, vooral uh, uh, later in de partij, omdat mijn lichaam me gewoon niet meer kon bijbenen. En de laatste partij, ja. Ik wil geen excuses gebruiken, maar ik uh, vocht nog niet zoals ik kan vechten. Het was nee, niet 100% van Stefan. Nee, nee. Uh, de partij die ik, uh, waar ik me het beste heb laten zien, dus de partij tegen Stipe Mijosic, mm -hmm. dat is toch wel een beetje mijn niveau. En ik kan ja. nog veel meer als dat. Dat, 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 dat weet mijn team, dat weet ik. En dan uh, is het heel teleurstellend als je twee verslagen op de IFecht. Twee keer verliest en uh... ja. Maar goed, weet je, ik ben uh, ik ben 26 ja. Ik heb alle tijd. En uh, Alistair komt nog zeker aan de beurt. <laughs> nou, om het even in perspectief te plaatsen voor de, voor, voor de luisteraars, dat jij, uh, je bent inderdaad op je, je bent op je rondje 23 e nee, ben je in de UFC gekomen volgens mij. Ik uh, was 20 toen ik contract tekenen bij de UFC. Okay. Ja. Want ik weet dat Bob, jouw trainer, die heeft het een keertje eerder afgehouden. Volgens mij. Toen jij, uh... Nou, um, ik um, had eigenlijk heel Europa verslagen op dat moment. Ja. Iedereen in mijn, in recht. Um, er waren nog wel wat partijen, maar ja goed, als je wat geld wil verdienen, zou je toch naar de grotere organisatie moeten gaan. De ja. partijen buiten de, de grote organisaties, om won ik allemaal vrij eenvoudig in de eerste ronde. Um, ja, dus dan, dan is het gewoon tijd voor een volgende, volgende stap, al bij je 20. Ja. Um, het enigste probleem wat wij op dat moment zagen met de UFC was dat ik exclusief voor hun zou, um, zou gaan vechten. En op dat moment vocht ik zo'n beetje, uh, soms wel tien keer per jaar. Buiten de UFC. En, nou, ja. dat is gewoon, uh, het ging allemaal heel eenvoudig. Um, dus ik uh, kreeg een contract aangeboden van Dream, van Infliction en van de UFC. En, nou, daar hebben we nog een tijdje over na moeten denken. En ja. Toen uh, op een dag uh, stond Bob zijn auto te wassen en toen uh, belde Dana, Bob zelf, op dat ze me toch wel heel graag wilde hebben. Ja. Dus dat, uh, en tot nu toe, uh, ja, de laatste tijd wat minder, maar kan, uh, ja, niemand kan uh, daar natuurlijk. Uh, ja, dat, dat kan niemand je van tevoren vertellen dat je een hartaandoening hebt. Dat ja. verwacht ook niemand, vooral niet met alle testen die ik jaarlijks doe. Nee. En gewoon super fit ben en dan ja. Ja, want jij hebt een vergroot hart met een lekkende hartklep? Ik heb een uh, bieke aorta klep, daar ben ik mee geboren. Okay. Dat, dat, dat is een aandoening die je ongeveer twee op de honderd mensen hebben. Hm. Um, ik heb een sporthart en dat betekent dat, jou, uh, dat de linkerhartkamer onder andere wat groter is. Omdat het uh, je lichaam bij moet kunnen benen, hm. dus dat is niks raars. Alleen normaal... Dat komt ook echt door de, uh, zeg maar, de inspanning die jij zo af en toe van je lijf vraagt. Topsporter. Ja, topsporter. Topsport. Topsport okay. hard. Um, maar in combinatie met die hortenklep mm. die nog nooit uh, gevonden was, um, wat, wat er gebeurde, die kamer wordt groter normaal gesproken groeit die hortenklep mee. Maar uh, mijn hortenklep kan je zien, is een Mercedes-ster. Mm. Drie uh, blaadjes die onafhankelijk van elkaar bewegen. Bij mij zitten er twee in elkaar gegroeid. Okay. Uh, dus als die klep groter moet worden. Um, gaat die een bepaald stuk, gaat hij niet groter worden. Dus hm. komt er een gaatje in die klep. Ja. Als hij sluit. En dat gaatje werd groter en groter, omdat mijn hart moest groeien voor mijn uh, sportprestaties. Ja, ja. Die kamer werd nog groter, omdat er op een gegeven moment 40% lakage was. Dus die hartkamer moet normaal gesproken met 100% dealen. Mm -hmm. Die kreeg nu 140% terugslag. Oké. Okay. En daardoor... Wat zo'n lekkende hartklep zorgt ervoor dat bloed weer terugstroomt. De ja. kamer in toch? En ja. had ik maar 60%. Uh, verrijkt bloed, bij iedere hartslag dus. Oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk benut jij 60% van de zuurstof die je zou kunnen benutten door deze? als ze heel kort door de bocht gaan. Toen ik nummer 5 van de wereld was ja. ja, en nu benut ik 90%. Alleen toen wist ik het niet en nu weet ik het wel en dat ja, heeft wel eventjes uh, ja... Goed in het eten gegooid. Ja, Precies. Dat snap ik. Ja. Maar goed, dan gaan we nu, uh, daar zijn we nu keihard mee bezig en dat... Uh, ja, want je kunt er wel concreet uh, iets, iets tegen formuleren om te doen. Je kunt hier gewoon rekening mee houden en je kunt hier omheen werken. Um, je kan je trainen aanpassen op bepaalde punten um, om het, um, voor je hart beter, um, zodat het voor je hart beter, zodat voor je hart beter te doen is. Mm -hmm. um, wat hebben bij mij gedaan is met medicatie hebben ze de bloeddruk verlaagd, waardoor de druk op mijn hartkamer uh, dus een stuk minder groot is. Okay. Daardoor is die hardkamer weer kleiner geworden. Is die klep ook weer kleiner geworden. Het gaatje in die klep kleiner geworden. Daardoor is het van 60 naar 90 procent mm. gegaan. Dus okay. dat is toch wel uh, ja, een heel groot verschil. Dat is significant, ja. Dat ja. vraag ik me af. Want jij, werkte, want jij ging toen... Uh, je vocht toen best wel, uh, best wel regelmatig. En... Um, op een gegeven moment, toen, uh, toen werd dat geconstateerd. En zoals ik het heb gelezen in de media, is de UFC wel echt uh, heel, heeft heel erg hun best gedaan om jou mm. te helpen met specialisten. Ja. En ik denk, volgens mij kom je dan ook een beetje in het Amerikaanse. Systeem van, uh, van topsport. Weet ja. je? En dan wordt er gewoon alles uit de kas gehaald om, je, uh, om hun beste spelers weer op het veld te krijgen. Ja, en ze zijn gewoon heel blij met mij ook. Weet je? Ik ben ook nog maar 26. Ik mm. heb ondertussen 14 partijen gevochten voor de UC. Mocht dit niet gebeurd zijn, dan had ik al rond de 20 of meer partijen gevochten voor ze. En, ja. um, ik heb nooit een saaie partij gevochten. De laatste partij heb ik niet gebracht wat ik kan brengen. Nee. En dat was omdat ik vooral met. Um, met mijn kwaal bezig was in mijn hoofd. Hoe ik zou gaan presteren, hoe ik me zou voelen. Ik was heel erg naar mijn lichaam aan het luisteren. In plaats van gewoon mijn ding te doen. Ja. En um, ik, ik had nog niet de focus die ik normaal heb. Heb ik die focus wel? Dan ben ik gewoon weer een van de beste zwaargewichten ter wereld. Zo simpel, ja. zo simpel is het voor mij. Dus. Ja, maar ja. dit doet ook wat met je kop. Dat is logisch. Ik bedoel, dit kan niet anders als tussen je oren iets doen. Nee, het, de, de vraag die ik me heel vaak gesteld heb tijdens het trainingskamp. Is dat ik in trainen zo goed presteren ja. en zo. Goed leven presteren, hoe lang de training ook was. Na anderhalf uur was ik nog niet moe. Alleen de enige vraag die me opkwam was: weet je hoe ga ik presteren in de kooi? Want het verschil tussen vechten in de kooi en in de, in de sportschool is dat je een stuk sneller moe wordt ja. tijdens je wedstrijd. En op zich had het verschil niet zo heel groot. Uh, hoever zijn dus uh, tussen de sportscholen en de, in de call, alleen ja, ik was toch heel erg naar mijn lichaam aan het luisteren okay. en er ging, ging een hoop door me heen en daardoor had ik niet de focus die ik normaal wel moet hebben en ik was al bezig met mijn ding en um, ook het feit dat Alistair niet echt wilde engageren ja, in die partij ja. was het gewoon voor mij ja leidde tot ja voor mij een zeer ongelukkige partij. Dus ja, maar, ja, ja. Maar als je kijkt naar, want je hebt toen op een gegeven moment, je, kon, je bent toen met die hartconditie, hebben ze dat geconstateerd. En toen ben je in de molen gegaan van, nou, dan moet het allemaal goed komen. Maar je hebt ook nog een tijdje de stress gehad of dat het überhaupt ooit goed zou komen of dat je wel door die keuring mee mocht. Ja, de eerste berichten waren, je moet stoppen, je gaat nooit meer wat doen. Ja. Dit ga je nooit meer, hier ga je nooit meer van terugkomen. Dus uh, denk er ook maar niet meer aan. Het enige wat je moet denken is dat je gezond bent. Want het is of begonnen met een keer dat jij tijdens een training uh, knock-out bent, of tenminste flauw bent gevallen. Nee, uh. niet eens nee, nee, tijdens een training, ik um, zat thuis op de bank en um, ik had uh, de dagen ervoor uh, de partij tegen Mark Hunt, een paar maanden daarna, uh, ik was al weer flink in training want ik zou eigenlijk een paar maanden later tegen Minatauro en Ogiara vechten. Ja. En, um, toen um, straks morgens op de bank. Dat was een tijdje, een uurtje, met mijn e-mails bezig. Ik zat een beetje voorover. Ik ging even te snel staan. En ja, iedereen heeft het wel eens dat je dan een beetje duizelt, head Headrush. Ja. Um, ik strekte hem ook nog heel erg uit, want er zat een rib niet helemaal lekker in mijn rug. Dus ik zette wat kracht, hield mijn armen. Ik voelde me licht worden in mijn hoofd gaan zitten. En ja, ik gleed zo van de bank af. Oh. Alleen toen um, heb ik... Um, ja, gewoon Bob gebeld voor zekerheid. Gewoon gezegd wat er is gebeurd. En toen zei hij van, ja, gewoon even checken, Weet je, je bent een topatleet. Gewoon even laten checken. Uh, in het ziekenhuis konden ze niks vinden. Ze wilden hem alleen terug hebben de weken na voor een, uh, een echo. Een, uh, een stress echo. Dus een, fietsen en dan uh, ja. met een echo kijken wat er SG. allemaal gebeurt. Onder andere, de, die hadden ze al gedaan, deze geen uh, een echo is dat ze in je hart kijken. Ja. Dus... Um, en toen, uh, ze werd het elke stille stiller en stiller. Dus. En ze konden wel uh, redelijk wat zien met die echo. en ze wisten niet of ik nou een hele ernstige hartlakaasje had. Ja. Of dat er een scheur in mijn aorta zou zitten. En dan zou ik dus die avond al geopereerd moeten worden. En dat vertelde ze me ook allemaal heel, heel aardig. Gewoon die dag. van Misschien moet je over uh, twee uur al geopereerd worden. Anders ben je oh, met drie oh, uur dood. Oh, joy. Dus, ja. dat, was, uh, ja, dat was even een moeilijke dag. Ja, dat ja. snap ik. Uh, uh, uh. Okay. Maar uiteindelijk is dat niet direct gebeurd. Want je bent. Nee, nee, terug. ik ben niet geopereerd. Nee, nee, dus. Uh, ja, we. Uh. Tijd verstreken, het werd allemaal ietsje beter, ietsje beter. Oh, ja, de eerste berichten waren wel van, jij gaat nooit meer vechten. Jij ja. gaat nooit meer top of bedrijven of wat jij de, ja, de laatste jaren hebt gedaan, dat, dat moet helemaal niet kunnen. Ja. Ik was toch nummer vijf van de wereld. Dus ja. Ja, dan uh, komen de woorden, jij kan dit niet erg hard aan. Uh, ja, wat anderen ja. dan nogal makkelijk zeggen als het niet jou, hmm. jouw... wordt. Maar zoietsen. ik geloof het niet. Dus dat niet. Uh, en dat heeft me denk ik ook wel al gebracht waar ik nu ja. ben. En ik ben nog niet helemaal terug waar ik uh, op. op het en moment... Was dat je eerste reactie? Gewoon na, geloof ik niet. Dit gaat me gewoon wel lukken. Nee, nou, ik zat echt een beetje... Uh, Want er staan wel twee krijgen... gasten in witte jassen tegenover En die gaan je vertellen, hé, hey, jij gaat nooit meer vechten. Die er nee. zogenaamd voor geleerd hebben. Ja, hè? precies. En ja, en dus... En jouw eerste reacties wel... dan? Nee, fuck het, geloof ik niet. Heb je, heb je wel gezien wat ik de laatste jaren heb gedaan? Ja, ja. Op dat <tie niveau. <tie nou. Uh, nou. Ene, ik was ook nog een van de beste... Best um, geconditioneerde atleten altijd in het zwaargewicht. Ja, de laatste partijen daar niet tegen gewend. Maar ja. uh, daar hadden we heel veel vraagtekens over. En daar werden een heleboel vragen direct beantwoord Waardoor, waarom ik zo moe was, die partij. Ja. Dus dat, uh, ja. Want ik heb jij nog een keertje gesproken uh, bij Maitje toen, dat was net volgens mij na je partij tegen hun. Mm -hmm. Dus toen nu je het nog niet wist. En toen zei je, volgende keer zou ik ook weer willen vechten van, ja, als ik niet, had je net griep gehad, volgens mij. Ja, als nou, je net griep had gehad. Het is, uh, met die club kon, uh, kon ik goed vechten. Al had ik mm -hmm. natuurlijk niet het volledige volume van mijn hart. Alleen. Uh, als ik ziek werd of er uh, gebeurde iets, uh, een ontsteking in mijn lichaam of werkvloer... ...was mijn lichaam er zo erg mee bezig dat ja. ik gewoon echt zo'n stuk achteruit ging in één keer. Mm. Ja, je lichaam moet dealen met die klep en dan met nog iets erbij. Dan uh, stort ik gewoon helemaal in. En, uh, we gingen naar Japan en toen um, twee dagen voor de beweging woog ik 122, 123 20 kilo... En uh, zonder wat te doen was ik 118 kilo daar bij de weg en lag iedere nacht uh, te zweten als ik mijn, mijn laken op de rollen druppelde zweet, zo naar beneden. Ik, ja. ik wist niet wat er met mijn hand was, maar ik, um, ik heb nooit een partij afgezegd daarom. Nee. En uh, ik ging gewoon vechten. Het ging ook wel heel goed. Ja, want als iemand jou uh, moet beschrijven als vechter, dan, uh, dan ben je wel iemand die terug van de comebacks is. En die graag nog wel tijdens een uh, slukfest nog een keer een glimlach ertussenuit gooit. Ja, ook omdat hij die, die lol even heeft Ja, En een, een verrassing en dan, als ik, Als ik uh, gisteren had ik nog even een highlight voor je te kijken. Maar we zullen ze ook bij ons ook op de website plaatsen. Maar dan uh, lijkt het wel alsof een van jouw favoriete posities is, is: of met je rug tegen de kooi. of die andere tegen zijn rug tegen de kooi. En gewoon uh, op elkaar uh, een stotenwisseling eruit proberen te slaan. Wat, wat er dus veel gebeurde. Ik, ik begon altijd heel rustig, heel langzaam, net of mijn lichaam uh, wilde vertellen van rustig aan, weet je, je moet altijd later in je partij moet je nog wat hebben ja. en dat zal waarschijnlijk ook met mijn hart te maken hebben, omdat ik van mezelf wist van hé, hey, weet je, mm -hmm. je moet niet te gek starten, anders dan ben je gewoon gelijk kapot ja. en um, eigenlijk nu we het weten, weet je, nu we, het, nu we het zo weten, kunnen we veel beter trainen, kunnen we het veel beter aanpakken en dat gaan we ook doen. Ja. En, ja dit, is, dit is heel teleurstellend wat de laatste twee jaar gebeurd is. Maar. Ja. Dat hoort er ook bij. Ja. Want ik zal er nog wel. Want uh, nu hebben we het even over je laatste partij gehad. Maar je hebt ook nog een partij daarvoor gehad. Tegen, uh, die was. Ge, 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 uh, zou je tegen Mitroni moeten vechten? Mitroni, ja. En um, daar ben je in de kleedkamer. Uh, ja. Dat was in mei, hè? Mei afgelopen jaar. Uh, juli. Juli, Ja. En toen heb je. Uh, daar hebben ze de partij op de avond. Volgens mij tien minuten mm. voor de wedstrijd. Ja. Uh, hebben ze die af moeten blazen? Omdat ja, je... en, uh, Ik. Um... Toen ging ik dus oud in een kleedkamer, tenminste mijn lichaam die uh, bevroren. Ik ging bijna oud. Ja. Hoe, je het wil, hoe je het wil zeggen. Uh, dat bleek dus met de medicatie te maken te hebben die ik op dat moment voor mijn hart nam. Ja. In combinatie met stress um, deed hele gekke dingen met mij. Okay. Ik ben ook de uh, hele tijd bijna depressief geweest door die medicijnen. Het was echt, uh, Wat had je voor medicijnen? Um, blo ook bloeddrukvlagers. Die beta-blokkers? Nee, nee, andere. Okay. Maar, um, maar doe dat ook dingen met je mentaliteit. Nou ja, um, bij iedereen is het anders. Sommige ja. mensen kunnen er beter tegen dan anderen. Um, ik heb mijn hele leven lang nog nooit drugs of werk voor het in mijn lichaam gestopt. En, en ik heb dat heel erg onderschat, dat pilletje, twee mm -hmm. keer per dag. Um, ik werd er echt niet vrolijk van. Dat Alleen idee. dat had ik zelf niet door. Dat ja. ik in een soort van roes zat. En um, werd het werd me wel verteld in de trainingskampen en zo. En toen dus zei ik: van ja, ik weet niet wat het is, maar. Um, weet je, als ik deze wedstrijd gewonnen heb, dan komt het wel goed. Weet ja. je. Er is gewoon een hoop gebeurd. Maar hoe uh, merk ze dat? Gewoon uh, zagrijnig of minder energie, minder zin, minder vrolijk? Minder ja, steven. van alles. Uh, van dat soort dingen. Um, als er iets gebeurde tijdens het trainen wat een beetje tegen zat, dan uh, reageerde ik heel geprikkeld. In plaats van er overheen te stappen en gewoon uh, weet je, mijn ding nog beter te doen. Um, alleen zelf zie je dat niet als nee. je die troep gebruikt. Dus, oh. En uh, tijdens de warming-up uh, ging het dus helemaal fout. Okay. Dus een uh, hele enge uh, ervaring. Ja, toen ja, zag ik vervolgens een. Uh, ik heb nog een keer een filmpje van jou gezien, volgens mij, van uh, Dana White, de, degene die alles regelt bij de UFC. Of tenminste, de, de directeur. En die had daar een. Uh, toen zag ik daar inderdaad een, een gebroken Stefan op stoel zitten. Die, ja. Ja, als je zo lang bezig bent met iets uh, om terug te komen waar je bent in, het gaat dan zo mis. Ja. Weet je, en er was een heleboel gebeurd in de periode daarvoor. En uh, dat was niet. Uh, nee. Ja. Niet een van de mooiste momenten die ik daar heb meegemaakt. Nee, want was dat beseffen wel vrij snel voor jou? Van ik ga vanavond niet vechten? Of was het de UFC die meteen zei: van nou, dit gaat niet gebeuren? Nee, ik, ik wist niet wat er aan de hand was. Dus ik, ik kreeg een soort van blackout. Mm -hmm. En ik ben net um, bijna anderhalf jaar bezig geweest met een hartkwaal. Ja. Dus ik stort erin. En ik denk gelijk aan mijn hart. Mijn hart slaat op hol. Ah, en ja, ik ah. verlies controle over mijn ademhaling. Ja, dus, uh, en dan yeah. heb je ook nog eens iets in je systeem zitten wat je. Ja. helemaal gek maakt dus dat ja waardoor je emotioneel ook niet lekker grip op jezelf krijgt nee het nee, was zeker. echt uh, ja dat was uh, niet fijn nee en dan kreeg waarschijnlijk de tweede lading mensen over je heen die zeiden van nou dit gaat niet meer uh, niet ja maar goed dat goed dacht komen. ik zelf ook in de kleedkamer gelijk dit is klaar het ja. gaat niet meer uh, wie gaan we nu nog laten vechten dus dat alleen een paar dagen daarna werd het dus een beetje duidelijk dat er meer mensen waren die problemen hadden met die medicatie ja en um, dat, dat voelde voor mij wel gelijk iets. als uh, zwaar, ik maar een vast kanaal. En ik ben um, zodra ik terug was in Nederland naar mijn arts gegaan, andere medicatie. En dat voelde er helemaal goed. Mm. Ja. Dus, ja. Mooi. Oké. Okay. En toen kwam je in december tegen Ernst. En je laatste partij niet helemaal lekker gelopen. Ja. Uh, Want net eventjes hiervoor, uh, voor de podcast over je voorbereiding, was wel helemaal uh, op een top. Ja, ik presteerde super. En ik echt um, beter dan ik ooit gedaan heb. En. Um, het was natuurlijk eerst die medicatie die mij uh, tegenhield. Waardoor ik me niet goed voelde. En vrijwel geen zin had in trainen. Geen zin in andere dingen. Ja. Um, ik heb een andere medicatie en dat gaat weer helemaal goed voor me goed. Ik ben aan het trainen en ik presteer echt supergoed. Tegen, uh, ja, tegen de, de beste Partners die ik me kon mensen. Ja. En ik, um, iedere training ging gewoon echt perfect. Als het ware, ik uh, kon blijven trainen. Ik werd niet moe. Um, alleen dan vraag je wel of, hey, hoe ga ik presteren in de kooi straks, hoe ga ik me voelen in de kooi. En ja. weet je het is al een tijd geleden. Dus ja, dat, um, dat, die vraag komt terug in mijn hoofd. Ik was eigenlijk veel meer bezig met naar mijn lichaam te luisteren in die kooi dan dat ik bezig was het gameplay uit te voeren. Ja. ja. En ja, wat ik zei, Alistair, die liep ook een beetje bij me weg, ook nog. En, Iedere keer dat ik iets wilde doen, stapte hij net terug. Dus, ja, want je dus, was ervan uitgaan dat hij wel de confrontatie wel aan wilde. Ik denk dat het voor mij ook beter was geweest, die partij. Weet je, hij heeft het heel goed gedaan, dus complimenten ja. voor hem. Maar ik had verwacht dat hij wel staand erin zou klappen. Ja. Ja. Maar dat, uh, dat had hij geen zin in. Dus nee, dat snap ik. Zou dat ook heel verstandig voor hem zijn geweest? Gelet op je reach-voordeel? Nou ja, hij heeft dus heel verstandig gevochten. want ja. hij heeft gewonnen. Ja. En... Um, we zijn heel hard aan het werk geweest met Marietje en dat mm. heb ik in het verleden niet altijd benut. Alleen dat, dat, dat gaat nu heel goed. In de sport. Ja, Dat is misschien wel grappig om even nog te vermelden, want wij weten natuurlijk, jouw nickname is de Hightower en die heb je ook niet zomaar gekregen, uh, zullen we zeggen. Want, skyscraper. Uh, skyscraper Hightower, dat is van. Sam. ja. Ja, inderdaad, ja. Nou, ook Nederlander. Maar ja. um, jij bent een, uh, een behoorlijk lange vent uh, in dat opzicht, want jij bent 2 twee meter. 2,12. Twee 2,12. Twaalf. Twee twaalf. Ja. En jij weegt. Uh, 120 kilo. Ja, ik kan me voorstellen dat reach dan wel een dingetje is bij je ja. uh, staande werk. Pure evil, met de grond ja. en, uh, en staand Maar wat mij ook altijd wel opvalt aan jou, en ik ben zelf ook twee meter, uh, wel een kop kleiner dan jou, dus fijn om ook eens naast iemand te staan die iets, uh, iets langer is dan ik. Uh, maar wat me wel opvalt is dat jij op de grond, uh, iets wat ik zelf lastig vind uh, in het MMA spelletje, omdat uh, ik met gatenkaas, als ik op de grond lig heb ik altijd het gevoel van lange armen, lange benen, overal zit ruimte. Maar jij doet dat wel redelijk handig, moet ik zeggen. Jij bent met name vanuit de Guard van op, je bent goed in triangle chokes en dat soort dingen. Mm -hmm. Heb jij nog. Um, als lang persoon zijn. Hou jij daar nog rekening mee? Bijvoorbeeld, nou, ik ga niet voor mounts of ik vecht liever vanaf mijn rug? Of Nee, weet je, het, um, ik, ik ben handig geworden met mijn guard. Omdat ik uh, begon met trainen toen ik 15 was. Mm. En toen werd ik gewoon in een grote, uh, grote ruimte met zwaargewichten gegooid. Die veel sterker waren als mij. En ik moest me maar zien te redden. Dus dan, uh, op kracht ga je het niet winnen. Ja. Dan moet het allemaal op techniek gebeuren. Want jij trainde dus... vanaf je 15 ook bij Bob? Ja, klopt. Ja, okay. dus, en um, op die manier heb ik mijn guard gewoon heel goed ontwikkeld. Mm -hmm. Dus um, ja, ik voel me goed op de grond. En de laatste keer. Um, ja, ik kon heel erg raken vanuit de kaart. Ja. Dat is iets wat niet vaak gebeurt, maar dat kwam ook omdat ik gewoon met mijn hoofd... Ja, gewoon dingen die normaal op automatisch piloot gaan, die gingen nu niet op automatisch piloot. Ja. En ik, ik was um, gewoon veel te veel bezig met um, dingen waar je normaal niet eens aan denkt. Mm. Het enige waar je normaal aan denkt is die wedstrijd. En nu waren er gewoon een heleboel factoren waar, nou ja, ja. waardoor ik gewoon niet met mijn hoofd was waar ik moest zijn. Ja. Dus. Ja. Je zit in jouw divisie ook niet meer een, En zeker in jou, hoe lang je er al zit? Uh, niet meer in de categorie waar je opwarmertjes krijgt. Nee, nee. Maar Alice is natuurlijk gewoon, al heeft hij zijn laatste jaar ook niet ja, het, het niet beste jaar gaat uit ja. zijn carrière. Het is gewoon nog een elite zwaargewicht. Zo ja. simpel is het gewoon. Ja. Dus dat en uh, wat ik zeg, hij heeft niet de, de, de meest gelukkige resultaten gehad. Maar als je een klap krijgt van een zwaargewicht. zwaargewicht... Ja. Gaat, mm -hmm. gaat niemand in de koude kleren zitten. Nee. Denk je dat, uh, dat Alistair... Uh, merkte je daar wat van? Misschien in, in de, de aanloop van het gevecht. En toen je elkaar voor het eerst zagen. Want voor Alistair in zijn hoofd wel op een hangblok. Tenminste, dat was mijn idee. Dat als hij deze partij had verloren... Mm -hmm. dat hij waarschijnlijk uh, een ander contract moet, moeten zoeken... Bij een andere organisatie. Um, ja, zou kunnen. Weet ik niet. Um, weet je... Uh, er zijn, uh, de UFC heeft volgens mij... De allerbeste zwaarrechten ter wereld. Bellen, er heeft een paar jongens, maar ik denk niet dat die heel goed mee kunnen in de divisie van de UFC. Dus ik weet ook niet of zij um, zo snel mensen eruit zullen gooien bij de UFC, want ze ja. hebben nu eenmaal de beste vechters ter wereld. De jongens die je ondertussen hebt verslagen, zijn ook niet mis geweest. En uh, waar jij mij op een gegeven moment begon op te vallen, uh, was op het moment toen je in Nederland actief vocht en uh, de, de zwaargewichtjongens in Nederland die waren altijd al vrij beperkt. Daar was je eigenlijk. Ja, wel goed overheen. Mm. En op een gegeven moment heb je in Engeland gevochten en toen heb je gewonnen van, uh, van Mario Netto. Oftewel, zijn bijnaam is Sucata. En ik heb ooit een keertje een BAE-seminar van hem gehad. Nou, als je het over een type Braziliaans beest hebt, dan was hij dat absoluut. En hij had ook net nog een keertje in Rusland, volgens mij, uh, de WAFC gewonnen. Een beetje barehand uh, kooi, uh, toernooi met, uh, met drie man. En mm. toen je die vervolgens, wat dus ook een zwarte band, een Braziliaans jiu jitsu is. En die... Ja, de derde... Dan volgens mij ook nog. Ja, want hij, was best, want hij was wel oud, redelijk oud toen ik een seminar van hem kreeg. Dus ik denk dat hij toen wel op zijn 35 was, denk ik toen hij tegen jou voelt. Ja, midden 30 ik zo'n beetje. Ja. En, maar uh, dat is in principe de piek voor zwaargewicht. Dus ja, 35. Maar die heb je wel even. Ja, 35, in begin 30 tot midden 30 zo'n beetje. Ah, ja. De pieken de meeste zwaargewicht. Lekker lang voor de boeg kijken. Ja. Klopt. Maar je hebt die jongen wel even op zijn eigen spelletje verslagen toen. En... Ja, ik, uh, ik op een gegeven moment uh, tweede ronde. Tenminste, het, ging, het, ging, het gevechtsspel zich de hele tijd op de grond af. En um, hij was heel goed met uh, guard passeren en dat heeft hij ook regelmatig gedaan. Alleen ik bleef heel rustig op de grond. En iedere keer dat hij bijna naar een submission toe kon werken, was hij weer bij het begin af aan beginnen. Omdat ik me gewoon weer terugwerkte naar een goede positie. Ja. En um, dat, dat bleef zo doorgaan. Tweede ronde, hetzelfde verhaal. Op een gegeven moment was hij zo moe geworden door het aanvallen. En ik verdedigde gewoon simpel. Ik was ook wel moe geworden. Alleen ik had nog wel wat meer in de tank. Um, ik kreeg zijn rug. En um, toen uh, zette ik een, een armvrijing vanaf zijn rug. Dat, uh, dat doen ook niet veel mensen. Dus dat uh, verraste hem wel, want hij verdedigde zijn nek. Alleen hij liet wel ruimte onder zijn arm vrij. Waardoor ja. ik die al vanaf zijn rug kon aanzetten. En ja, dat klopte hierboven. Dus. Mooi. Nice. En dat was volgens mij ook het gevecht waarmee je de volgende stap kon maken naar de UC. Ja, klopt. Het, uh, het was ook van tevoren al aangekondigd dat er uh, die partij gevolgd zou worden door Dream, Affliction, UFC. En als ik zou winnen, dan zouden ze zo'n een contract klaar hebben voor mij. Dus. Dat is hmm. best wel een druk. Ja, maar no pressure. Stap, uh, ja. Ja. Heb je die nee. druk ook zo ervaren? Of was het voor jou gewoon, je was gewoon een jonge hond en nee, ja, ik was, ik eager was to fight? Ik was twintig en eigenlijk het enige wat ik deed was winnen. Ik had uh, toen 19 van mijn laatste 20 wedstrijden gewonnen. Dus ja. dat, uh, ik, ik wist niet echt wat verliezen was. Dus dat uh, ging ik ook niet doen die avond. Okay. en uh, uh, in de UFC heb je uh, toen wel uh, ja verloren. toen heb ik verloren van de Santos, de die werd van, van uh, Fabricio, bij doen gewoon had, en uh, dat had meer te maken met uh, de spanning van de UFC, weet ik het Ik begon niet, uh, niet scherp en uh, dat strafde hij keihard af. Dus, ja. uh, en hoe voelde dat toen je eindelijk op het grote podium stond, maar wel ook ja, meteen je verliespartij? Dat had? was natuurlijk een grote teleurstelling. Alleen na iedere teleurstelling ben ik eigenlijk keihard teruggekomen. Ja. Ook in de UFC na iedere verliespartij ben ik veel beter teruggekomen. Ga ik nu ook weer doen. Hm. Weet je, en nu heb ik nog veel meer te laten zien. Mijn lichaam functioneert nu beter dan ooit. Ja. Dus dat, uh, dat komt helemaal goed. Um, en die partij tegen de Santos. Was eigenlijk nog wel een beetje een vroege stoppetje ook. Want uh, ik, ik stapte naar achter en toen hij me raakte. Toen scheurde ik uh, mijn enkelbanden in Achillespees af bij de kooi. Mm -hmm. Ik stapte ze maar tussen de kooi en de mat in. Mijn been bleef hangen. Ja. En um, daardoor uh, ging ik nog extra onderuit. Ik had, ik had sowieso doorgekund. Ik stond ook binnen. binnen binnen een seconde nog een halve seconde stond ik Royer voordat hij uh, met dus al, met alles afgescheurd stond ja, ja, hij het gewoon gaan ja. dus uh, ik, ja. Uh, ja op dat moment had ik er niet echt door dat er wat gescheurd was Alleen, ik hm. was bezig met uh, me verdedigen alleen de, de scheidsrechter die die had de partij al gestopt dus dat uh, ja. was balen. Ja. maar je hebt wel een paar mooie vest uh, daarna ja. gehad onder andere met uh, met Pat Barry wat ook een mooie uh, partij, als we jullie elkaar van tevoren via sociale media al over en weer lagen te te teasen en te pesten, en uh, want het is dat spelletje wat van tevoren? Want nu wordt alles natuurlijk het mediacircus rondom de UFC's veel groter, uh, dus ook het hypen van gevechten. Mm. Ik denk dat er uh, we hebben vandaag deze podcast vanavond uh, vechten John, uh, John Jones en uh, Daniel Cormier, die ja. ook al. Uh, ...wekenlang elkaars elkaar bloed kunnen drinken online. Nope. gisteren op het podium zelfs nog volgens mij. Dus dat ja, uh, wordt het wel heel... ...ja, dat hebben ze heel goed gedaan. Ik weet niet of alles echt is. Ik denk hmm. het wel bij hun. Ik denk dat ze elkaar echt niet, uh, niet moeten. Um, ja, dat is wel een van de partijen waar ik echt naar uitkijk. Ja. Dus maar is dat ook niet nodig? Heb jij dat niet? Dan sta je tegenover iemand... ...dat een klein beetje bad blood toch wel helpt... ...om zeker in het begin... Als je voor de eerste keer die vuist in zijn, neus, in zijn neus moet planten. Dat helpt dat je een klein beetje pissig op die persoon bent. Nou, daar wil ik een beetje naartoe. Want ik ken jou niet als een haatdragend persoon. Of als een ja, je bent gewoon hartstikke goed gemanierd. en uh, toen Pat Barry jou continu zat uit te dagen via sociale media, toen ging dat een beetje over en weer. Mm. Maar merk je dat dat dan gewoon een, is het de ding van het spel of zit het dan op het moment echt gewoon een, een bad zet, blood? Of zit je bij de grote grijns op de bank thuis? Dan? Ja, dat bij toen voor de partijen pet wel en Pat en ik konden elkaar al ja, vrij goed en beschouwden elkaar gewoon als vrienden en we hadden eigenlijk altijd wel lol. Dus hadden we ook lol en dat dat, dat niks te maken met bad blood. Of weet ik voor de fans vond ook geweldig mm. dat wij gewoon foto's van elkaar posten. Dat die elkaar gewoon belachelijk mee maakten en, ja, 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 ja. en mijn opmerkingen wat je van jezus, merk je dat het Amerikaanse systeem dat waardeert? Dat de UFC fans ja, de, en, de fans vonden het geweldig, dus dat, uh, dat, uh, dat was ook wel een leuke ervaring, natuurlijk. Zo voor die partij. Uh, voor de rest, ik uh, weet je, ja, ik, heb, je hebt, ik, heb, uh, ik heb dat eigenlijk met, met niemand dat uh, ik wilde, maar de laatste bij heel erg graag bewijzen, ja. alleen uh, ja, door uh, factoren. Ja. Dat dus is niet helemaal gaan als moest. Komt iemand in jou, uh, uh, op het moment als iemand zo tegen jou aan de gang gaat met uh, proberen in je hoofd te komen voor zo'n wedstrijd, ben je daar gevoelig voor? Ja, ligt er natuurlijk aan wat ze zeggen. Dat, uh, hoe persoonlijk ze het maken, maar uh, eigenlijk is dat uh, nooit heel erg gebeurd volgens mij. Ja. Dat zou ook wel respect voor mij hebben. Uh, Sean McCorkle, die heeft het ooit een beetje geprobeerd, alleen nog op een grappige manier ook in plaats van echt het op de persoon te spelen, ging allemaal grappige opmerkingen maken, waardoor ik ook gewoon lol had. Dat <laughs> ja. is ja. echt. Uh, ja, ik heb het eigenlijk nog nooit echt. Uh, de tweede partij tegen de Dennis Stoynis, toen toen hij die me meer weg bij de B, uh, bij weging. Voor de rest kan ik me niet echt zoiets herinneren waarvan ik denk, hey dat. Uh, ja. Dus. Star Pittig, ja, inderdaad. Maar ik, de, wel ik vind het wel mooi, want je hebt wel sommige gasten waar het echt een spelletje is. Tuurlijk. We hebben het al weer over gehad over die Nick Diaz, waarbij... Met Marco hadden we het er hier over. Dat op het moment dat je... Marco vond het eigenlijk niet kunnen dat men in de kooi zo lag te kletsen tegen elkaar. En dat je elkaar lag uit te dagen. Maar als je het zou verbieden, dan. Tot erbij. Neem je, weet je, dan ja. dat erbij. Zo, zo vechten hun. Hun praten tijdens de met hun tegenstanders. Vragen of ze het lekker vinden om geslagen te worden. Dat soort dingen. <laughs> dat doet dat doet wat met je in, in, in je hoofd. Alleen, ja. weet je, dat moet je kunnen. Je moet jezelf kunnen focussen op hoe jij vecht. Ja. En dat kunnen hun heel goed. Want dit is jou ja letterlijk gebeurd. Jij ja, lag een keer ergens en toen vroeg hij: Je lijkt dat? Nee, nee, hun. De Diaz-broeder. Uh, ja, oké, oké. Okay, okay, dus okay. Maar je zelf ook wel zoiets meegemaakt. Wat zegt die gast nou? Um, nee, volgens mij niet. Dat, uh, weet je, hun zijn gewoon echt. Uh, hun, zo zijn ze gewoon oh, buiten de wedstrijd om, ze zijn echt gewoon echt. Ja. Maar eens, ten, tenminste, tegen mij, altijd heel vriendelijk en ja. grappig. En maar, maar heb heel, jij niet je eigen manier? Want ik heb jou wel eens een keertje tijdens een gevecht een paar slagenwisselingen waar minstens tien stoten over en weer gingen en waar vervolgens beide een grijns op hun gezicht van: ja. kom maar, ik wil wel meer van dit. En dat hoort er natuurlijk ook wel een beetje bij. Dat, kan je, ja, nee, ik, dat heb ik wel eens. Um, bij dus wel bij meerdere partijen gekomen. Op het moment dat iemand denkt dat hij me pijn doet of dat het dan niet is. Dat ik dan even naar hem lach of zo. van Ja, dat ja. ja. is dat alles. Of, uh, en dat, dat, dat heb ik ook wel eens inderdaad gedaan. Um, op het moment dat ik de partij aan het winnen was. En dat hij nog één, twee stoten eruit perst. En dat ik dan even naar hem lach. Zo van, oké okay, man. Ja. Dat is nice. Ja, en dan vraag ik me altijd af. Van. Wordt zoiets ook um, gevoed door de fans? Want op het moment dat je zoiets doet, dan krijg je een reactie van het publiek. En ik kan me voorstellen dat dat ook in een split second gewoon een euforie kan opwekken. Weet je, ja, waar dat, je gewoon meer toch. motivatie krijgt. En, dat, nou, dat, dat weet je, het gaat er allemaal om het goede gevoel in je hoofd te krijgen. Dus dat, ja. in het moment dat ik naar hem lach en laat zien dat het mij niks doet. En ik zie hem naar de grond kijken nadat hij mij geraakt heeft. En dan weet ik hoe laat het is. Ja. Dan weet ik dat hij klaar is om uh, zelf naar de grond te gaan. Dus dat, uh, Mooi. Dat hij er ja. geen zin meer in heeft. Nee. Ja. Dat is al een paar keer gebeurd hoor. Bijvoorbeeld uh, die partij tegen uh, Miozic. Toen uh, heb ik hem al een paar keer geraakt en die man heeft echt een kop van beton. Ja. Ik heb hem echt uh, meerdere keren geraakt voordat ik hem uiteindelijk uitsloeg. Dat, dat ik zijn ogen zag tollen, maar hij bleef staan. En uh, op een gegeven moment raakte hij mij nog één of twee keer goed. En uh, ja, lachte ik hem gewoon uit als het ware. Zo van een dik smile geven. En toen, toen zag ik hem al mentaal breken. Gelijk naar de grond kijken. Zo van: dan, ja. wat moet ik hiermee? Ja, maar dat is volgens mij ook wel een ding. Want ik wil niet zeggen dat sparren op de sportschool ook maar te vergelijken is met wat jij meemaakt op het moment dat je zo'n kooi staat. Maar daar maak je ook wel eens momentjes mee. Dat als je een goede plaatst en je ziet de tegenstander er last van hebben. Dan denk je yes. Dan krijg je nog meer brandstof. Ja, dan gaat er een keer je turbo aan. Ja, Zo werkt dat. Ja. Een keer nagenen en kooi. Ja, tegenovergesteld natuurlijk ook dat het, jij je beste move eruit gooit en hij zit en je ziet hem gewoon. Ja, ja. je ziet hem niet verkrampen. En dan Tuurlijk. Oké. Oh, oh, maar dat, dat 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 leer dat leer je ook wel. En sommigen doen het meer mee dan anderen. En die ds brothers die doen het non-stop. Die doen het alles. Oké. we throwing spinning shit now? <laughs> dat soort dingen dat je echt denkt van yes. jeez ja. hoe kom je Vette. erbij tijdens een wedstrijd? Ja, nou, ik vind, ja, zo moet je het. En uh, ik vind het met die uh, McGregor, die, uh, uh, of Conor McGregor. Ja. Die doet ja, het ook op zijn Die fantastisch. Maar volgens mij heeft dat ook allemaal te maken met de mate van ontspannenheid die je hebt in die ring. Want als je heel zenuwachtig bent, ga je waarschijnlijk geen spinning backfist. Nee, dat, maar de, de beste vechters zijn ook nooit echt heel gespannen. Iedereen gespannen. Ja. De een kan er beter omgaan dan de ander. Um. De beste vechters kunnen er het beste mee omgaan. Ja, Iedereen heeft ja. spanning. Hoe schat je jezelf in in dat opzicht? Ben je iemand die heel met zichzelf in de weer is? Want, ja, nee, laatste, laatste keer was het natuurlijk logisch. Hè? Ik bedoel, nou, is toen is omstandigheden. Maar... Ik, maar voor de wedstrijd in, in de kleedkamer voelde ik me heel goed. Mm. Kon ik het allemaal van me afzetten. En de partij tegen Mitrion lukte dat dus niet. Alleen dat dus, had dus externe factoren. Mm. Uh, mm. Die die medicatie die me in combinatie met de stress gewoon helemaal gek maakte. Ja. ja. Um, ja, daar um, dat kan ik wel redelijk goed mee ophaan. Maar dat legt er ook natuurlijk aan of er iets gebeurt in je trainingskampje in een bessure hebt waar je, je druk om maakt. Gaat dit, weet je, gaat dit ten koste van de wedstrijd, gaat dit opspelen? Ja. Ga ik er last van krijgen, dat soort dingen. Er zijn een heleboel dingen die, die mensen die op de bank zitten, niet weten, voor, voor zo'n wedstrijd. Weet je. Iedereen heeft wel iets. Soms is het erger dan de andere keer. Ze kunnen ja. ziek zijn, je kan de dag van de, voor de wedstrijd ziek worden. Wat ik als typisch vind is op evenementen. Ik heb ook wel eens bij de kleedkamers en dat soort dingen mogen kijken. Die geluk heb ik dan gehad. En wat ik altijd zo typisch vind is dat de spanning te snijden is. Je mm. kunt mijn kleedkamer binnenlopen en daar hangt een bepaalde lading. En jij hebt ja. dat natuurlijk bij de UFC kan me voorstellen. Want daar staat ook nog aanzienlijk iets meer op het spel als bij een amateur kickbokspartij. Ik ja. kan me zetten, dat dat nog een factor keer zo groot is. Uh, maar jij ziet dan ook, je collega's zie je daarmee... Mee dealen en mee mm -hmm. omgaan. en Heb je dan ook wel eens dat je een gas ziet denkt van, oh, je hebt er echt last van? Of van juist van, wauw, ik wou dat ik het op die zen manier kon. Ik bedoel. Iedereen doet het op zijn eigen manier. en um, Alleen, um, iedereen heeft toch een beetje hetzelfde gevoel. Je mm -hmm. vraagt je wel altijd af van, hoe voelt het voor hem? Hoe voelt het voor hem? Hij heeft, ook last hij van. heeft er ook last van. Ja. Hij ja. wil ook dat, dat, uh, dat, dat zijn hand gegeven wordt, dat hij over is en dat die last van je af is. Ja. Zo voelt het voor iedereen. Ja. Alleen de een gaat het beter mee om dan de ander. En de een laat het meer zien dan de ander. Dus dat. Ja. Ja. Hoe ziet zo'n. Uh, want uh, ja, ja, hier in Nederland is het eigenlijk vrij. Uh... Ja, basis. Je weegt een keertje in en uh, mm. je wacht, je moet knokken. Maar ja. UC is gewoon top georganiseerd waar, uh, waar je te maken hebt met live pay-per-view uitzendingen. Dus daar wordt niks aan het toeval overgelaten. Je weet exact op welke tijd wanneer jij gaat vechten. Mm -hmm. uh, Kun je eens beschrijven, want dat zien een hele hoop mensen en ik weet het zelf niet eens. Wat, uh, wat er precies in die uren voor zo'n wedstrijd gebeurt, uh, wie dat er aan loopt te trekken wanneer je heen moet. Uh, wat kan wel, wat kan niet, en wat zijn je eigen gewoontes, je eigen gebruiken? Um, ja, ligt er ook aan hoe laat je moet vechten natuurlijk. Want als wij uh, voor de UFC in Japan vechten, dan uh, vechten we in de ochtend, omdat het publiek in Amerika in de avond moet kunnen kijken, okay. of in de middag. Daarom zijn ze s ochtends knok. Betekent dus... dat dan ook dat het uh, Japanse publiek zo vroeg komt uh, opdagen? Ja, en die, die arena's zit vol ook. Ja, maar die komen niet zo vroeg. Ja, ja, ja die ah, komen dan zo. Die komen zo. Wauw. Denken, ja. Het zat ja. volgens mij 20.000 man in Saitama. Dus dat is geen probleem daar om arenas vol te krijgen. Nee. In Brazilië vechten ze in de nacht. Zo ja. simpel is dat. Je voor. Het is ook vol. In Nederland, 9 uur beginnen, zaterdagochtend een kickboksgata. Ik denk niet je heel veel ja. publiek. Dan is het leeg. Ja. Ja. Nee, in Brazilië um. ben ik toen geweest bij Stefan Bonner en uh, uh, Anderson Silva. Toen gekhuis. was ik net daar. En volgens mij was dat uh, was een van de eerste, in, uh, of sorry, niet de eerste, in uh, de eerste UFC in Brazilië. Dat was echt gek uit. En ja, een uh, vriend van mij die sprak Braziliaans. En uh, dan zit je op die tribune en heel die tribune die zit gewoon hetzelfde te schreeuwen. Ja. En uh, ik zeg maar, wat, wat schreeuwen ze nu? <laughs> Hij zei, ja, uh, you are going to die. <laughs> ja. Als er een Amerikaan binnenkwam. En <laughs> het gaat super los. Zeker toen die Anderson Silva ook nog eventjes korte metten maakte met, oh, met, uh, met Bonner. Ja, dat is wel een goede energie. Lachend. Maar goed, even terug, ja, naar, jouw, terug naar je gewoonte dus en dingen. Ja, dat legde dus aan hoe laat je vecht die dag. Mm -hmm. Dus... Um, Laten we zeggen, we gaan even van Vega's uit. Vegas zijn de, de grootste partijen. Dus dan, um, de main card begint daar al om 7 of 8 uur s'avonds. Dus je, je wordt wakker in de ochtend. Je probeert uit te slapen. Gaat toch niet lukken? Ja. Want je hebt zoveel spanning in je zitten. Dus ik, 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 ik heb maar zoals ik om 9 uur wakker ben. Dus dan uh, gaan we rustig gaan even de dag beginnen, beginnen met water drinken, ontbijtje pakken. Um, een paar uur later nog een keer eten. Je zit wel met die spanning tegen zo. En denk je best. Dus alles duurt gewoon echt. En al lang. Krijg je een hap door je strot? Nou, dat valt de laatste... Um, Daar ik in het begin wel meer moeite mee. Maar ik heb wel geleerd te eten. Ja. Dat uh, komt ook... Um, je moet wel. Als je, als je weet wat je moet eten, wat je lichaam nodig hebt zo'n dag, dan gaat het makkelijker naar binnen. Ja. Dan dat je verkeerde dingen eet. Je eet speciale dingen op zo'n dag? Nee, nou, ik heb een goed dieet. Ja. Nee, mijn lichaam is al afgestemd op uh, wat ik op bepaalde momenten eet. Mm. Dus nu, nu gooi ik, heb ik ook alles door de waar gegooid met kerst en zo. Dus dat is uh, mijn ja wat is Ik zat uh, even op je Twitter te kijken. Jij begint soms met uh, biefstuk en asperges bijvoorbeeld. Ja. Dat ja. is ja. 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 niet ja. helemaal standaard, maar. Nee, niet helemaal. Maar dat is wel uh, ja, iets waarop ik gewoon super train. Ja. Van een, van een, uh, na een asontbijt, dan, uh, dan twee, drie uur laten trainen. Dat. En presteer ik top. Ja, ja, absoluut, snap dus ik. Voor veel mensen was dat het kerstdiner. Ja, ja, ja. Mooi. Ja, ja. <laughs> <Ja. Ja. laughs> ja. Dus uh, nee, je zit heel erg te wachten. En dan uh, drie uurtjes voor de, voor de wedstrijd, voor het laatste dan eet ik ook zoiets van een biefstuk en asperges of zo. Omdat, je, omdat mijn lichaam het beste energie afgeeft als ik als laatste uh, maaltijd een eiwitmaaltijd heb gehad. Ja. Zonder aardappels, want de aardappels uh, mm, niet goed van, ja. trek je lichaam mm. niet op. Mm. Dus dan um, twee, drie uur van tevoren worden we opgehaald. En um, in Vegas is het super mooi, want dan slaap je boven daar en is. Daar een in de kelder van het hotel. Mm. Um, ik word opgehaald door de beveiliging omdat ik te bekend ben geworden in zo'n hotel. En dan moet ik door het hotel lopen. En dan zijn er duizenden mensen die een beetje op de foto kan je dat, dat echt zo? Ja, dat lijkt me zo raar. Ja, ja, in Nederland ik. heb je daar geen last van. Zeg maar terwijl je net de studio inkwam, stond er geen scharen met uh, nee, nee. Gelukkig zo. niet. Nee, er uh, zijn wel eens uh, mensen mee geweest ook die zien dat gebeuren en die staan echt te kijken. Zo van. Wat is dit? De Steve, toch? Ja, ja toch? Ja. 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 <laughs> Kikken, maar dan, uh, dus we worden opgehaald. We lopen door. Uh, ja. Geheime routes door het hotel heen. Nou, door, de, door de keuken, zo weet ik het dan. Wat wel grappig. Um, we komen in de kleedkamer. We krijgen tape. Uh, we krijgen een persoon van de State Commission die me de hele tijd in de gaten gaat houden of ik niet iets raars doe als ik in een potje moet gaan pissen. Uh, dat ik niet iets in mijn, in mijn tape doe, van aluminiumfolie of weet ik wat. op dat moment zei je eigenlijk non-stop onder toezicht? Ja, ik sta onder toezicht. Als ik ga pissen, loopt iemand mee, uh, noem maar op. Me me dus. en hoe ver gaat dat? Die kijkt gewoon letterlijk naar wat er uh, gebeurt, zeg maar. Nou, de een is ander erger ja. dan de ander. Ja. Is het poepen met de deur open ja. of valt het mee? Ja, dat doen ze bij mij niet. Uh, <laughs> dat raad ik <hem> af. <laughs> maar uh, nee dus uh, handen worden getaped door Bob um, de bandages die worden getekend door de state commission uh, ik krijg mijn handschoenen die worden aangetrokken door de state commission die worden getaped door de state commission wordt allemaal gecontroleerd wordt weer afgetekend uh, ik ben ondertussen ook bezig met de warming up mm -hmm. um, ja, vlak voordat we moeten lopen, stop de warming up. Uh, het wordt je ook verteld. Uh, de de wedstrijd voor je is bezig. En je hoort altijd. 5 minutes, three minutes. D Bert Watson is degene die altijd alles regelt voor de UFC achter de schermen. Okay. En uh, die man is echt geweldig. Die is echt, uh, echt super. Ja, die, die stelt die, je op je gemak. Dat is de. Uh, de man die je altijd uh, schreeuwt met mooie anekdotes en quotes. dus ja. een, een donkere keel, oude keel, echt uit een film, oude box. Het zou een oude box Oh, Ik zijn. heb deze, doet wel eens gezien. Hij is uh, uh, een uh, oud manager. Oké, okay. uh, uh, top boxers. Uh, yeah. die, die heeft alles meegemaakt. Um, ik kan even niet op de naam uh, komen. Maar hij is uh, een van de grootste boxers aller tijden. Heb je een hele tijd gemanaged. Hmm. Um, dus uh, die loopt de schreeuwen backstage 5 minutes, three minutes, two minutes. En dan uh, komt de camera op binnen. En dan uh, loop je dus naar uh, onder de tribune, mm -hmm. waar je begint met het naar de kooi lopen, en dan ziet het publiek je daar al staan, en dan, ja, dan krijg je een klap, adrenaline in je gezicht als je dat en niet al hebt. En, uh, ja. <laughs> je wordt naar de kooi gebracht, alles wordt gefilmd, je gaat de kooi in. Dus hij zegt, kom naar je toe, check je. Hoeveel krijg je daar bewust van mee? Van dat loopje? Want de, voor een boel mensen die het op een afstandje bekijken, hey, zullen we ook iets versporten en dan fantaseer je we zo: hoe moet dat dan zijn om zo'n partij te vechten? Ja. In je hoofd is dat het allermooiste moment dat je mag inkomen lopen. Kun je ja. daar ook echt nog van genieten op zo'n moment? Dus toch is toch eens van fuck, het gaat nu gewoon echt gebeuren? Um, nou, je weet dat je gewoon moet presteren op dat moment. Ja. Ja. Dus um, het is mooi. want Er zijn niet heel veel mensen die dat. Um, mogen doen, kunnen doen. Alleen het is niet zo mooi als mensen thuis denken en het voorstellen als ze van de keuken nou, naar, een naar de één ja. tafel lopen en het Met proberen de Met Ja ja. in de lucht. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Maar uh, nee, er is een hoop spanning natuurlijk. Dus dat, um, ja. De ja. energie van het publiek krijg je wel mee, alleen ja, je, je weet dat je moet knokken. Ja. Dus dat, uh, hmm. je, je staat in de kooi, de, de, de scheids je. Um, de mensen van de cameraploegen lopen de kooi ja, de deur gaat dicht, je hoort het slot, op het slot gaan. Je hoort ook letterlijk Schijzer, gewoon klik, oh, Schijzer, je hoort klik, scheidsachtig vraagt of je klaar bent, tegenstander, klaar ja. en dan ga je. Oké, okay. dus. hey, en als je de, um, want dat is ook wel ja, natuurlijk de wedstrijd, daar kunnen we eindeloos over praten mm. en dan volgens ons is die wedstrijd afgelopen, want daarna zit ook nog wel een hele hoop. Uh, ik bedoel, uh, je komt terug in zo'n, uh, uh, je komt terug uit die wedstrijd, je hebt gewonnen of verloren, En nou, als je hebt gewonnen dan is het natuurlijk één uh, groot feest, uh, mm. maar ik vind het altijd wel heel typerend dat op het moment dat je dan terugkomt, ja, dan is het alsof je een goede en een slechte film uh, ziet afspelen. Want je ziet sommige mensen uh, die zitten met z'n vijven langs elkaar, uh, handen op hun gezicht en die zeggen helemaal niks. Ja. En uh, je hebt ook de euforie die daarbij uh, komt. Ja. Kan je eens wel beschrijven wat van je ervaringen zoals als je terugkomt en hoe dat dan gaat? Ik bedoel, uh, vechten zonder elkaar, andere teams, hoe dat met elkaar gaat. Ja ja nee, de, zoals de laatste wedstrijd heb ik ook nog met Elsers aan het praten backstage weet je we zijn allebei Nederlanders natuurlijk dus dat, uh, dat ik, ik heb niks tegen hem, maar op, ja. ik, ik wil ik wil heel graag nog eventjes rechtzetten met wat er de laatste tijd gebeurd is dat, uh, ja. dat was niet hoe ik kan presteren, dat is niet hoe ik hoor te presteren. Dus uh, zoals ik zei, ik kom nog wel aan de beurt. Hmm. Hmm. Maar uh, het is altijd anders, weet je. En natuurlijk, ja, je bent teleurgesteld als je, als je verloren hebt. Je kan ook nog een blessure hebben. Of uh, uh, ik heb een keer elkaar gebroken tegen Mark. Moet je naar het ziekenhuis in Japan, ook een leuke ervaring. Maar... Um, er kan van alles en nog wat aan de hand zijn. natuurlijk, uh, als je partij gewonnen hebt, is het allemaal goed. Ben je A, de spanning kwijt. Dat is al heerlijk. En B heb gewonnen. Dus je krijgt een, 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 dikke, een dikke check. En misschien ja. nog wel een extra check als je een bonus hebt gepakt. Mm. Heb je je hebt een keer de KO-bonus keer. vanavond van gehad. Ja, nee. Ik heb, ik heb al vijf uh, prestatiebonussen gehad. En, ja. dat, uh, maar dat, dat, is, dat zijn de bonussen die je die avond sowieso kan pakken. En als je goed presteert, dan mm. betalen ze je sowieso nog wel extra. Laat ze je zien dat, dat ze dat waarderen. Dat je zo gevochten hebt. Dus ja. dat, dat zit sowieso wel goed. Um, ja, dat, dat is natuurlijk heerlijk als je gewoon hebt. Uh, daar heb je maandenlang voor getraind. Naartoe ja. gewerkt. En uh, je, je weet hoe dat, dat voelt. En het komt telkens dichterbij, dichterbij, dichterbij. Dan ga je die coin. Ja. En als je dan presteert, ja, dat is super. Ja. En die euforie, want vervolgens dan heb je alle ontwaling gehad. Je hebt veel getraind en dan kom je terug in het. In het Nederland. Ja. Ik weet nog wel een keertje, een quote van Sam Schilt, die had een kei gewonnen. Wat, heb, wat is het eerste die thuis kwam? Ja, toen heb ik de trein gepakt, terug naar huis. Ja. Niemand die me aansprak, niemand die me viel. Weet niemand wat. weet iets van, wat heeft die gozer voor grote rare beker bij zich, weet je wel. Ja. <laughs> Hoe ervaar je dat, thuis komen, dat, uh, als je daar uit het Mediacircus en al, uh, alle gekte Ik komt. vind dat het wel lekker rustig. Dat uh, sowieso, om gewoon weer lekker mijn ding hier te kunnen doen hè. zonder uh, die, uh, die stress van buitenaf, zeg maar. Alleen ik merk wel dat het de laatste, vooral de laatste paar keer, telkens populairder en populairder hier wordt. Mm -hmm. En uh, ze zijn ook aan het kijken om uh, naar het om te komen, Uzi. Dus ja. Dat weet je. Dan zou het, dan zou het helemaal worden. een grote, grote, boost kunnen krijgen. Ja. Um, ja. Ik um, vind je het leuk de bekendheid. Lijkt me echt zoiets. Uh, je droomt ervan en dan heb je het en dan kom je dingen tegen waarvan je denkt, oh, dit hoort ja, er ook bij. Ja, nou, weet je, ik. ik um, ik geef er niet veel om. Okay. Het maakt mij niet veel uit. Weet je? Dat, uh, ik vind het niet erg als mensen op het moment met me op de foto willen. zoals... Uh... Nu nog niet? Nee, ik ik, ik er gewoon uh, mijn ding, weet je. Dus dat, uh, en dat, dat is natuurlijk ook omdat ik hier in Nederland woon. Ja. En het gewoon lekker rustig is. En als ja. ik dan in Amerika ben, dan willen heel veel mensen dat. Alleen uh, de laatste paar keer gebeurt er in Nederland ook al meer en meer. Dat ja. Mensen om een foto vragen of naar je toe komen. Schappen, man. Ja. En de laatste keer was ik niet heel blij mee. Nee, maar nee. Dat, uh, Nee, daar heb je daar ook geen zin in, stel ik me zo voor. Nee, maar dat, weet je, in, in, je merkt ook al gelijk dat um, de mensen die echt fan zijn, het niet heel veel uitmaakt of je wint of verliest, de balen als je verliest. Ja. Maar ze zijn fan van jou, wat je hebt laten zien. Maar dat moet toch wel weer goed voelen, stel ik dat me zo voor. Ja. Dat voelt goed. Dat voelt heel goed. Dat is dat leuk. leuk. Ja. Dat, dat waardeer ik, ja. ja maar maar, maar ze zeuren nog wel eens over Nederlandse fans, dat je hier zo goed bent als je laatste partij natuurlijk. Maar als ik je dit zou zeggen, valt dat eigenlijk ook nog wel mee. But, maar dat, dat is natuurlijk hoe, wat voor fan het is. Ja. Dat is, iedereen is anders, dus dat, dus me ook met net hoeveel je aantrekt van fans of van forums vroeger had ik me er veel meer van aangetrokken als nu. Weet je, als ik een, op een forum als, als een Mixed fight iets iets lees van, ja wat een koekenbakken eigenaar van oprichter van een hè ja, ja. niet meer. Ja, nee, nou, vroeger wat een dingje mee gedaan. Je, wat een koekenbakken die lange gebruikt niet. Dat niet. ik Maar wat doet dat met je? Want wat daar wordt geschreven? en ook online of in je, ik, of in je Facebook comments te kijken, ja, dan heb ik wel zit het idee van hebben die mensen überhaupt wel eens een besef wat ze daar. Het zou, ja. ja, maar dat is en, dat is toch precies wat je zegt. Hebben die mensen überhaupt het besef waarmee ik bezig ben op het niveau? Weet je? Ja. wie is wie? Wie zijn er nou de experts? Mijn trainers of? Ja. De ik, mensen die op uh, een forum uh, zitten ja, en denken vreemd. alles te weten. Weet oh, je, als, als Nederland voetbalt op een WK... hebben we 16 miljoen bo bondscoach. Ja, nee, <laughs> allemaal, nee. Dat is inderdaad ja, dat is zo. Dat oh, de bal links moet trappen. Ja, denk je echt dat die speler van 16 miljoen niet weet... dat hij de bal naar links moet had trappen? ik was wel in de gaten, ja. Nee, was gewoon even niet zo op uh, dat moment. Maar het heeft wel, je, weet je, je kan het ook niet iedereen kwalijk nemen. Want heel veel mensen, die uh, sommigen die kijken alleen maar de UFC... en die, die denken er dan wat vanaf te weten. Ja. Mm. Sommigen zitten er wat verder in. En op zo'n forum lees je hele goede comments, hele slechte comments. Comments ja, van 12 jaar. comments de, van 35 jaar. Je weet ook niet wat voor persoon erachter zit. Dus ja, ja. Is maar, maar net hoe, je, hoe, hoe druk je erop maakt. Weet je, ik pik altijd het positieve eruit. Ja. En um, dat wel vind wel. ik altijd top. Lees maar... je het wel? Ben je altijd een beetje op zoek naar... Of kijk je nee, na de, naar... Als ik er toevallig op stuit en... Um, Toevallig uh, weet je, iets zie of hoor, en mensen het naar me toe sturen of zo. Dan denk ik denk van ah, leuk, weet je, mensen waarderen ja. uit. Uh, Facebook run ik zelf, Twitter run ik zelf. Dus dan kom ik op heel veel comments natuurlijk. Ik heb ja, 60.000 ja. mensen die me volgen op Twitter. Dus dan krijg je nog wat berichtjes nou best. Lijkt best me zwaar. Ja, dat ja. Uh, ja, weet je de, de positieve dingen pik, pik ik eruit. Als iemand is vervelend, is op Twitter blokkeren. Dus uh, dat is goed. Ja, ja. ja, hey, ik wil even terug in de tijd met je, want uh, uh, want eigenlijk toen, op het moment dat jij bent uh, gaan schijnen op het podium, uh, heeft jouw trainer een uh, stapje terug gedaan. je trainer is Bob Schrijber. Yep. Die uh, uit uh, de mma branche Nederland redelijk bekend stond als, uh, ja, toch wel de, heel lang uh, aan de top gestaan. Zo niet gewoon de top geweest in zwaargewicht. Ja, Bob Turbo Schrijver. Bekend stond om uh, zijn volhardendheid en uh, niet willen opgeven. En uh, ja, die heeft toch een paar buffelpartijen neergezet. Ja, met, en... beperkte, met beperkte middelen. Want hij heeft nooit iemand gehad die echt met zijn worstel of met zijn grondwerk echt heel erg geholpen nou. heeft. Dus hij heeft wel heel veel zelf leren gedaan. Mensen hadden altijd commentaar op zijn grondwerk. En dat was ook wel grappig toen ik van die uh, Mario hoor. Toen waren er uh, nogal eens wat comments dat uh, de vechters van Bob niet goed genoeg waren. En, en toen had ja. ik een derde dan Braziliaanse ja, YouTube. Ja, wat deed toe, deed Hoe zat nou, dat nou eigenlijk? Hebben jullie een speciaal grondtrainer? Of is dat gewoon, heb je dat gedaan met de vaardigheden die Bob je heeft bijgebracht? Op dat moment, uh, Bob heb ik mezelf helemaal naar de UFC gekregen. Bob is de enige trainer waar ik af en toe was een gastlesje, maar meer niet. Bob hm. is de enige trainer waar ik tot de UFC mee gewerkt heb. En later zijn we al met meerdere mensen gewerkt. Hoor, omdat je voor op dat niveau specialisten ja. nodig hebt voor ieder. ieder uh, iedere ja gevechtskunst dus dat uh, op dat moment dat ik ja heel veel zelf leer ja. filmpjes kijken en natuurlijk gewoon met Bob gewoon alles gedaan dus ja, dat is ook de reden dat je dat je mij toen in één keer opviel dat je die Mario uh, in een submission uh, hengelde en dat ik toen dacht van wat, dit is wel echt gewoon goed en zeker ook omdat de Nederlandse zwaargewichten over het algemeen op dat moment uh, waren ook niet vaak grondvechters nee. Um, dus op een gegeven moment krijg je dan een beetje de vraag: van ja, maar hoe gaat hij doen op het grote podium? Ja. Maar goed, maar ik vind denk wel dat Bob uiteindelijk, uh, als je kijkt naar de jongens van Bob, en uh, ik herken dat toen ik zelf mijn uh, MMA-gaal organiseerde en Bob daar uh, vaak wel te gast was met zijn jongens. Zijn de gasten? Er werd altijd geknokt en er ja. werd niet opgegeven. <laughs> ja. En uh, niet iedereen was even technisch of even uh, goed, maar qua conditie en qua, um, uh, qua volhardendheid vond ik dat Bob zijn leerlingen altijd. Uh, Goed begeleiden. Ja. Dan is dat iets Goede wat hij bij mensen. je kweekt, of heeft dat te maken met de, alleen de mensen in de gym blijven over die die cultuur trekken? Ja, tuurlijk. Dat de, de, de merk je heel erg. Dat uh, de, trekt um, bepaalde mensen wel, bepaalde mensen niet. Ja. Weet je, als je het niet leuk vindt, hoe dan zo'n sport zo gaat, ja, dan. Want dat is wel echt een ding bij jullie. Dat 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 dat, nee, maar... dat harde wat erin zit bij Bob. Het is wel de, de manier van trainen. De, de mentaliteit van Bob en Erme ook natuurlijk. Die ook gewoon het eigenlijk precies hetzelfde is. Ja. Uh, meer met de, de, de dames werkt op een sportschool. Maar. Mm. Um, ja, dat, dat, dat zit er wel in inderdaad. En uh, als mensen het niet leuk vinden, dan, ja, maar dat heb je altijd. Dat heb je ja. overal. Iedere ja. sportschool. Um, Bob heeft altijd uh, in Nederland, als ik het mag zeggen, wat topvechters gehad. Ja, en dan af en toe dan komt er in Nederland iemand gewoon met meer talent. En dan, die kan echt doorstoten naar de rechten, het absolute top. Maar ja, dat, dat is ja. dan, weet je, niet om om zelf te zeggen. Maar. Nee, maar Nederland is gewoon heel beperkt. Ja. En, uh, uh, als je kijkt naar de, elke sportclub, maakt niet uit wat voor sport dat er is. Dus dat 90% van de recreanten zorgt voor het geld wat er binnenkomt. En dat ja, is een heel klein percentage wat het talent heeft en de wilskracht heeft om uiteindelijk uh, te Maar komen. er zijn maar heel weinig sportscholen wereldwijd die kan kunnen teren op het geld wat de, de profvechters binnenbrengen. Ja, dat is... En dat is in Nederland niet te doen. Er nee. zijn er niet genoeg. En Bob heeft zijn sportschool al heel lang. Want eigenlijk, zolang als hij vecht, heeft hij volgens mij al een sportschool. Mm. Hij was een van de eerste jongens die uit de Mero Stal kwam volgens mij. En uh, daarbij ook flink gekickbokst. Hoe kom jij een kleine jongen bij Bob binnen? Want jij was 15 jaar toen je begon met trainen. Ja. Uh, nee. Kan je nog een beetje herinneren hoe dat wat Bob? In welk stadium Bob op dat moment in zijn carrière was samen met Irma. Of, uh, Bob op vocht groetzaam? op dat moment even denken. Ik kwam binnen. Toen had uh, Bob net een wedstrijd gevochten, dat was uh, een van de eerste keer dat ik met mijn broer mee ging om te kijken. En Bob had net in de Ahoy gevochten volgens mij. Tegen? tegen? Uh, mm, even denken hoor. Hij heeft daar tegen mannen gevochten? Volgens mij was het tegen Melvin inderdaad, het was de eerste partij tegen Melvin. Ja. En uh, toen uh, zat hij daar al oh, en toen stelde hij zich voor, zo, heel erg onder de indruk natuurlijk. Ja. En uh, toen uh, ben ik een beetje mee gaan trainen en zo en dat ging me al heel goed en hey, ik, ik deed het wel goed. En, toen ging ik best te vechten en ik won wel en ik won wel en ja, ik kon een keertje verloren en toen zijn we van Beverwijk naar Worm gegaan en toen begon voor mij eigenlijk die reeks van overwinningen dat ik er uh, 19 van, van de 20 partijen won en toen uiteindelijk in de UFC terecht kwam, dus. Ja, en hoe was dat, wanneer volgens jij je eerste partij? Hoe oud was je toen? 16. Ja. 16 jaar. neem ik Nee, MMA. Gewoon meteen MMA? Ja. Oh, vet. Tegen iemand die uh, 31 was volgens mij. Ja. Ook nog? Ook nog. Ah, mooi. In Nederland kan dat. Ja. Krijgen <laughs> ja, ja, ze onderbonden? Ja. Ja, mooi. Maar wat, wat uh, want uiteindelijk uh, is het wel super wel superhard gegroeid en uh, je merkt ook wel dat uh, het werd ook steeds professioneler. Want als je kijkt naar hoe Bob nog vocht en uh, hoe dat dat georganiseerd was en uh, is het echt super snel gegaan. Dus ik denk dat je in een uh, mooie periode bent ingestapt waarbij ja. net de professionaliteit uh, ging, ging raken. Uh, maar er zit ook een beetje een keerzijde aan. Dat we er steeds bewuster van worden. Wat, wat het allemaal met je doet. Weet je? Nee. En je, hebt, uh, je hebt je kaak al een keer gebroken. Yes. Je hebt je enkelbanden gescheurd. Uh, nou goed, er zijn wat andere dingen aan het licht gekomen. Het zijn ook de enigste, de, de enigste twee dingen die ik volgens mij heb opgelopen door het, uh, het presteren ja, in ja. zo'n blauw oog. En, um, en ik ga niet zeggen dat het goed is als je kogen gaat. Ja. Maar, uh, weet je, dat is dus hoort bij het vak. En ja. Als jullie mij zo'n zien zitten, dan denk ik niet dat jullie iemand met een hersenbeschadiging zien zitten of nee, weet ik nee, voor je natuurlijk nee, nee. ja na een tijdje als een vechter hetzelfde niet ziet zou je hem tegen zichzelf in bescherming moeten nemen misschien ja. soms maar weet je, dat, uh, ik, ik heb echt uh, mijn, de enige reden dat mijn kaak brak mm -hmm. was omdat mijn uh, mijn hart bijna explodeerde omdat er uh, iets iets mis met mij was mm -hmm. en uh, dat, uh, dat is nooit gevonden ja. anders anders had het nooit gebeurd ik, ik stond daar uh, ja mm -hmm. te, te hijgen is apart. Nou, ik ben ik ben wel bewust van dat in de zelfs in, de, in een wedstrijd gebeurt vaak er komen vaak niet mensen met blessures uit. Het gebeurt veel vaker in training hmm. of door stomme trainingsongelukjes. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat op het moment je bent nu 26, je hebt nu bijna uh, of had alles goed gegaan, had je 20 keer voor de UFC kunnen vechten, um, waarbij ook wel ja toch de nodige uh, rondes met zware jongens. Je zit helemaal in een klasse waar niemand uh, zacht stoot. Nou. Dus elke klap is er één. Klopt. Ben je wel zo erg bewust van, uh, van wat het... Uh, ja, het zou op heel korte termijn iets met je kunnen doen. Het zou iets met je kunnen doen, maar een schilder kan ook van het dak vallen. Oh. Dat, ja, dat is Het uh, ja, ja. hoort erbij. En in principe, um, zoals de, de vier partijen voor de partij tegen hun, die ik allemaal won... Toen had ik amper een schrammetje op mijn gezicht. En ik kreeg een tikkie, maar... Dat was niet meer als je hoofd stoten tegen een deur, als ja. het ware. Zo. Maar op de juiste plek. Ja, en dan ja. dat op zich is het MMA natuurlijk ook weer anders dan het boksen, waarbij de focus natuurlijk helemaal op het gelaten en het lichaam ligt. En Tuurlijk, hier kunnen nog benen erbij en dat soort dingen. Kickboksen met een acht, acht tellen principe. Als wij een acht tellen principe hadden gehad, dan denk ik dat ik van vier van de vijf partijen die ik verloren heb, had kunnen herstellen van hetgeen, zoals de laatste partij had ik kunnen herstellen, ja, ja, ja. van de, de, de ene stoot die, waar met ja. mij mee aansloeg. Alleen bij hem mag je gelijk door, waardoor een partij beëindigd ja, wordt. Volgen, ja, hij mag volgen. Maar ik denk dat dat risico waar jij het over hebt, hè, klappen vangen, dat zit hem nog niet eens zozeer. De wedstrijden zijn absoluut momenten waarbij je natuurlijk schade kan oplopen. Maar misschien zit het hem nog wel veel meer in het sparren. Tuurlijk. Want je had het, uh, voor we begonnen had je het over een lekker gespart deze keer. En ja. je probeert ook goede sparringpartners te vinden. Mm -hmm. uh, ik ben niet eens een wedstrijdvechter. En ik weet nog wel eens dat het in de gym er ook nog wel eens op kan gaan, zullen we zeggen. Dus je zult ook nog wel eens gym -wars, uh, een soort van, of ga je daar wel heel uh, bewust mee om van nou? Weet je, ik verdien mijn geld in de koor dus het heeft voor mij geen zin, zin om de ja. debiel te keer te gaan en natuurlijk die prikkel moet je in je training uh, af en toe krijgen. Alleen dat hoeft niet iedere week, twee of drie keer. Als ja. je één keer in de twee, drie weken een echt, echt een harde spartraining hebt, van om met die drie, druk op te leren gaan. Drie, of... drie keer vijf minuten of vijf keer vijf, vijf minuten om, om leren omgaan, dat er iemand achter je aan zit die echt je kop eraf wil slaan. Ja. dat is eigenlijk het enige en Je hoeft niet eens geraakt te worden, natuurlijk ja. ja, voor een. Beginnen met vechten moet je een beetje weten hoe dat is. Want die ja. kan je niet zo een coin of een ring in gooien... zonder te laten weten van... Hey, diegene gaat je echt aanvallen. Dat is nogal overweldigend, ja, precies. Tuurlijk erbij. Maar je hebt ook sportscholen die gewoon niet inzien... dat het helemaal niet goed is wat hun vechters nee, doen. En ze... Gewoon elkaar, iedere, iedere training bijna neerstaan. Dan zeggen ze, dat is goed, alleen op den duur gaat die vechter geen lange carrière hebben. Nee, je dat bent. is de hoofdbouw. Ik nou. verdien mijn geld niet in de sportschool, ik verdien mijn geld in de kooi. Ah. Dus ik ga niet als een gek lopen trainen. Want ah. heb ah. maar dan zin. hebben we het hier alleen nog over het hoofd natuurlijk. En het hoofd, uh, natuurlijk uh, hersenschade, dat soort dingen. Maar uh, ik vraag me ook wel eens af, ik bedoel, ik ben ook wel eens uh, bont en blauw gelookkickt. Ik zag op jouw Twitter zag ik een foto van je knie. Ja. Helemaal blauw. Dat zou ook van de low kick zijn geweest, denk ik. Ja, dat was uh, van de laatste keer toen was het knie op knie. Dus oh. dat, is een, dat is een hele veel. Dus ja, ja. Gebeurt ja, niet elke keer, maar, die gebeurt vaak niet, lastig, maar ja. hij werd ja. wel mooi blauw. Dus dat, uh, ik, uh, ik zal even een mooie foto laten zien van mijn hand, van mijn laatste trainingskamp. Die was heel mooi zwart. Die heb je niet. Uh, heb je hebt week... nou, uiteraard niet publiekelijk gegooid. Nee, vier maar... weken voor de wedstrijd scheurde ik de. Dat was je laatste partij tegen Alistair? Ja, spier in uh, De massa bij mijn duim af. Ai. En uh, dat was niet fijn. Hoe gebeurt zoiets? Uh, ik was aan het worstelen. En uh, ik bleef probeerde, uh, probeerde af te zetten. En uh... Houd het voor de camera als je wil. Weet je of dat werkt? Dat Wordt is echt goed. heel blauw namelijk. Wow. steek wel mijn duim op. Shit. Shit. Inderdaad man. Ja. Kijk, dat, dat soort dingen, dat, dat gebeurt wel. Alleen, als je dan ook als een gek ermee gaat doortrainen, ja, ja. dan ben ja. je ja, niet slim op... bezig. Want ik verdien nogmaals mijn geld niet daar in de kar. Ja. Dus dat, uh... ja, maar wat ik zei, ik denk dan nog wel eens van ja, we hebben het dan over het hoofd. Maar ik denk bij low kicks ook altijd: als je loopt, dit kan ook niet goed zijn voor mijn knie. Nee. Zeg maar, dit kan ook niet goed zijn voor mijn spieren. Nee, mijn maar aanhechtingen. Je, je kan ook gaan voetballen. Ja, je ja dat is vliegende tackle op je scheen. En dan. Ja, ben je er ook gewoon. Nee, Zalvoetballen, uh, dat, dat schijnt echt uh, helemaal finesse voor je te zijn. Dus, uh, ja, nee, maar als, je, als je soms die overtredingen ziet die ze maken, of uh, een helleboog die ze geven aan elkaar, en dan, dan reken je er niet eens op. Nee. Weet je, wij staan er, we staan tegenover elkaar, we weten wat er gaat komen. Ja. Uh, een strafschop gebied, je gaat een bal binnenkop en je krijgt deze baan vol ja, je kop. Je rekent er niet op. Komt hier nog veel harder. En je bent er niet gewend. Ook nog een keertje nou, inderdaad. Maar voetballers zijn allemaal liefertjes. Dus. Ja, ja, precies. Er gebeurt, <laughs> niks. gebeurt niks. Ja, nou, maar dit zeg je wel met een bepaalde herkenbare ondertoon die wij als uh, vechtsport samen hebben. Kamp je nog wel eens met de stigma's die kleven aan ons sport? Van, oh, helemaal boksen. Nee, helemaal niet. Nee, oh, dat ik, is wel uh, heel fijn. Ik um, kom eigenlijk bijna niet in, in aanraking met dat soort mensen. Ja. En um, Eigenlijk als mensen over dat soort dingen beginnen te praten. De mensen met wie ik omgaan, doen dat niet. Die, die weten hoe het zit. De mensen, eigenlijk alle mensen die um, mij kennen, een beetje kennen, die weten hoe ik ben, mm. wat ik doe. Dus. Die, die ja. vragen dat soort domme vragen niet aan mij. Maar, de mensen die dat soort domme vragen wel aan mij stellen, zijn of ja, zoals, Ik vind het van jullie niet een domme vraag, want jullie vragen: van, heb je dat ooit? Nou, dat gebeurt mij zelden. Ja. Ja. weet je. Mensen weten hoe ik ben, wie ik ben, dus en ja. dat, dat straal ik denk ook wel een beetje uit. Nou ah, ja, als je, om, je omgeeft jezelf met de mensen waar je zelf fijn mee vindt. Natuurlijk, tuurlijk, en en tuurlijk, en tuurlijk, en tuurlijk uh, zijn er wel eens mensen die er weinig verstand van hebben die het vragen, dan leg ik het netjes uit. En als ze ja. doorgaan, dan ga ik gewoon ergens anders ja, zien. Het, ja, het is ja. niet een gemiddeld beroep, ja. natuurlijk. Maar, hey, en uh, jouw, uh, want je. Had, het is altijd een beetje een ding geweest in, in trainersland. Dat op een gegeven moment dan, dan train je heel erg lang bij, uh, bij een gym. En op een gegeven moment dan merk je dat uh, trainingsgenootjes gaan ergens anders trainen. Het is natuurlijk begonnen Glory zien, wat helemaal uit elkaar gevallen is. Ja. En uh, Bij tal van andere trainers. En um, uh, ik zie jou nog wel her en der uh, elders trainen. Um, je traint ook al lange tijd bij Bob. Ja. En dan ben ik heel erg benieuwd wat. Wat is de chemie tussen, die, tussen jou en Bob? En um, uh, hoe hou je dat in stand? Dat jullie lekker met elkaar kunnen blijven trainen. Dat je uh, dat elkaar blijft prikkelen uh, en vooruit blijft, uh, blijft Bo gaan. Bob heeft er ook geen probleem mee als ik ergens anders trainen. We spreken wij samen. Bob is uh, overziet alles. Die ziet wat ik doe, hoe ik het doe. Ja. Of ik het goed doe, of het, of het iets is waar ik iets aan heb. Met bepaalde trainers werken. En um, er zijn ook mensen waar ik niet naartoe ga, en waar ik geen behoefte aan heb. Natuurlijk. Je, of een keertje ben geweest en waarvan ik denk: van nee, dit, dit klikt niet helemaal. Weet je, of Bob zegt van uh, ja. weet je, zo en zo. En uh, Bob laat me daar heel erg vrij en ik denk dat dat ook uh, heel goed werkt. Ik denk niet dat het werkt als iemand tegen je zegt: je mag dit wel doen, dat niet doen. Um. Ja, we bespreken gewoon alles en um, ik um, ben ook wel van plan om meer in Amerika te gaan trainen nog. Uh, de enige reden is omdat ik dan met allemaal toppers train die ja. ook in de UFC vechten en dat, dat is een van de dingen die ik wel mis in Nederland. Echt uh, toen ik bij Bob begon en dus die die hele reeks neer kon zetten was het omdat mm -hmm. er toen al een hele groep jongens was die op dat niveau vochten en het ja. goed deden. En dan heb ik het niet over de absolute top, maar wel de top van Europa. In hm. Rusland en weet ik het allemaal, vochten allemaal. En daar kon ik me heel erg aan optrekken, aan dat ja. niveau. En ik was natuurlijk heel jong en daar kon ik zo'n goede reeks neerzetten. En ik denk dat het nu voor mij ook wel een hele goede uh, stap is als dus ik wat meer getraind met meer jongens in de UFC die ja. tegen een shot aan zitten. Om ja. nog meer op het niveau te komen, want, um, weet je, niet, niet over de laatste partij. Um, maar ik had sowieso van alles kunnen winnen als ik gewoon ga presteren zoals ik kan presteren. Alleen dat soort partijen moeten sowieso zekerheidjes worden voor mij. Ja. Ik, ik, als ik um, al mijn partijen vecht zoals ik tegen Miocsi's deed, dan hoor ik gewoon bij de beste vijf in de wereld en dan kan ik gewoon tegen iedereen vechten die, ja. die dan in het zwaargewicht rondloopt. alleen dan heb je ook wel de mensen nodig om mee te sparren en die op de niveau trainen. En het is ook een manier van leven, weet je. Je leeft. Op een bepaalde manier met die jongens. En de hele dag heb je een beetje dezelfde energie die je naar nou zo'n wedstrijd brengt. Je bereidt je samen voor. Ja. Weet je? Dus dat is ja dat, dat is wel. Uh... Want, als je, want je hebt natuurlijk niet alleen, je hebt je staantrainers en uh, je hebt nu ook een krachttrainer waar je flink mee aan de slag bent. Uh, dieet hou je goed mee aan de slag. Kun je eens wat vertellen over je trainingsregime en wie dat daar invloed op heeft? Um, het krachttraining. Wat je, na, is wat je doet, je? Wat, wat, wat doe je met krachttraining, wat, hoe ziet je de week, je week eruit. En uh, ja, want het is, uiteindelijk is het gewoon jouw levensstijl. Dat ja. Iedereen heeft daar een bepaalde invloed op. En dat heeft dan te maken eigenlijk met eten, trainen en uh, herstellen. Ja, nee, klopt. Dat, uh, ik werk nu sinds zes jaar met, uh, met Bas Wilmsen voor mijn krachttraining, voor mijn uh, eten. Uh, heeft hij aangepast. Uh, ja, eigenlijk ook... Um, uh, heeft hij invloed op het schema? Zoals wij trainen. Die heeft ons een heleboel dingen geleerd. Waardoor uh, trainen veel beter, beter, uh, veel beter gaat als uh, in het verleden. Ik overtrain niet meer. Weet je, zoals vroeger deed ik de krachttraining met Bob. En ja. Bob uh, is iemand die uh, heel, een hele goede mentaliteit heeft. En altijd supergoed klaar wist uh, te, te krijgen voor een wedstrijd. Alleen af en toe was ik wel overtraind. Ik ik bepaalde blessures die voorkomen hadden kunnen worden. Blessures die niet echt blessures zijn, maar door. Overtrainen komen, oververmoeid zijn. Ja. Um, bepaalde dingen heeft, heeft Bas nog laten zien die beter kunnen. Bepaalde manieren, bepaalde trainingen. Krachttraining, schrokken? iets anders. Ik, um, um, het aantal herhalingen. Ja. Je, je met Bob vroeg, ging gewoon, gewoon los van een bankdruk. Gewoon, mm, gewoon rammen door, rammen, rammen, rammen. En, nou, ik had op een gegeven moment ja. wel. Uh, ja, pezen die pijn deden, spieren die pijn deden, uh, kleine scheurtjes hier en daar. Dus dat, ja, dat, dat werkte niet altijd. Alleen ja. voelde me wel heel goed mentaal, weet je? want mentaal wil je helemaal losgaan. Alleen dat werkt niet. Weet ja. je, als je iedere keer helemaal losgaat, dan ga je niet meer herstellen. En dan kan je s'avonds niet presteren in je training waar het om gaat. En dat is je je sparren in het staande en het grond. Ja. En als je dan helemaal kapot bent van je ochtendtraining, omdat jij per se als een gek te keer wilde gaan met ijs, dan heeft het geen zin. Ja. Kijk, de, de trainingen die je doet, de krachttrainingen, moeten opbouwend zijn voor uh, het echte werk. Dus het sparren. Ondersteunen. Je, ja. Precies, ondersteunen. Dat is niet het belangrijkste, want ik ben geen gewichtheffer of ik ben geen ijzergooier. Ik ga niet professioneel met een, met een, een halterbank in de gang in, in, in een kooi. Nee, ik, ik vecht in een kooi. Hm. Dus de trainingen die ik daaromheen doe, om mijn lichaam sterk te maken, om mijn lichaam functioneler te krijgen, die moeten... Um, Voordelig zijn voor mijn trainingen uh. die in de avond komen. Dus ja. ik moet geen last ondervinden van de training die ik in de ochtend heb gehad, dus ik in de avond nog ga sparen. Zo ja. simpel is het. Uh, 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 uh. Hey, en als je in Amerika bent, wat je doet dan een beetje cross training. Ik heb een keertje bij uh, ook een uh, mede-Nederlander, Anthony Harding die daar zijn gym ja. heeft geopend, ben je een tijdje geweest. Klopt. Waar heb je ondertussen een beetje getraind en wat, uh, waar uh, wil je uiteindelijk naartoe? Ik ben veel bij Antoni geweest in Amerika. En dat is eigenlijk ook de enige andere plek waar ik geweest ben. En uh, meerdere weken achter elkaar getraind heb. En uh, we zijn nu weer een beetje aan het kijken. En er zijn uh, meerdere grote teams in Amerika waar ik uh, zou kunnen trainen. Er is nog niet echt uh, een beslissing over gemaakt. Maar nou, dat, uh... Wil je een voorkeur uitspreken? Of... Heb je stiekem al een lijstje in je hoofd? Ja, je hebt de grote teams. Je hebt, als ik over de grote teams praat, dan heb je AK. Kane Velasquez, Daniel Cormier, Luke Rockhold, Je hebt Black Zillions, Rashad Evans, Anthony Johnson, Vitor Belfort, Je mm. hebt Amerikan top 10 die ja. net Robbie Lawler als kampioen hebben. Je hebt uh, Jacksons, alleen daar traint Alistair En daar wil ik nog een keer tegen vechten om het even recht te zetten. Ja. Ja, niet, ja. Dus nu even niet, nu even niet. Dus uh, ja, weet je, er zijn meerdere dingen waar we naar kunnen kijken. Dus ja. dat is. Uh, alleen. Dat zat nog helemaal in het begin, dus daar kan mm -hmm. ik niet echt wat over zeggen. Vroeg ik me eigenlijk af, hè? want een, uh, een bekend persoon van de UFC, daar hebben we net over gehad, is die Dana White. Ah. Ja. Uh, wat ook een beetje het media -kanon is van, uh, nee. van de UFC. Met uh, een behoorlijk eigen gereid zijn eigen mening heeft. En dat ook mag hebben, want hij heeft, vind ik dat hij die staat goed heeft bereikt. Yep. Hoe groot is jouw persoonlijke invloed? Want ik hoor jou nu heel erg gebrand. Van drie rematch van Alex uh, liever morgen dan vandaag bij ons ja. van spreken. Um, ah, ik oef. ga het verdienen, zo werk dat ik het ja. eerst gewoon weer um, ga winnen simpel is het, ik zal twee drie keer moeten winnen en ik hoop dat hij dan ook wint. Ja, en dan zal ik DNA van een berichtje sturen dat ik heel graag uh, nog eventjes wil over doen. dat de laatste keer van ja. Want, heb je? Heb je bijvoorbeeld heb je veel persoonlijk contact met zo'n DNA? Is die is die bewogen met zijn vechters en uh, of is het een uh, of nou, alleen hij, in de aanloop naar een belangrijk toernooi? Of hij is wel bewogen met zijn vechters alleen. Um, hij bent ook heel druk. Hij, ja. hij is non-stop bezig. Hij is non-stop... Zit hij in vliegtuigen... Vliegt van Amerika naar Brazilië... Naar Europa, naar Japan... En noem maar op uh, waar er een evenement is. Dus, maar als er iets is... Uh, hmm. Zoals bij mijn hart, daar was hij heel erg mee bezig. Ik heb je heel veel dingen geregeld? Ja. Als je iets nodig hebt, weet je, laat het weten. Het maakt niet uit wat het is, laat het weten. Dus dat, uh, dat, dat zit allemaal wel goed. Dus dat uh, voor de rest, nu heb ik helemaal niks om aan te, dus nee, ja, ja, uh, ja, maar... te sturen. Nee, je had geen zin om gezellig een berichtje te sturen. Maar merk je dat je op zo'n evenement is die dan gewoon helemaal in de. In het moment van, uh, van alles organiseren of heeft hij genoeg mensen om het alles om zich heen te nee, uh... uh, De shows worden niet door hem gerund, maar dat wordt door de mensen backstage gedaan onder leiding van Burt Watson. Die, ja. die man is echt geweldig. Als, als die ooit stopt, dan gaat het voor hun nog eventjes. een. Uh, wordt lastig om te vervangen. Zo, die man is onvervangbaar. Dat ja. is onmogelijk. De, de energie die hij daarin stopt en um, het, uh, de mate van respect die mensen voor hem hebben, dat is. Ja, ongelooflijk. Die heeft hij ook gewoon verdiend door wat heeft gedaan, hij gedaan Die heeft hij zeker verdiend. En er is niemand die het zo kan als hij. Ja. Maar, uh, nee, uh, Denen is altijd wel... Uh, die, 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 die is er dus zelf ook. Die is zelf ook fan, weet je. natuurlijk. Ja, dus die, die wil die wedstrijden zelf ook kijken. En um, ja, ik vind het leuk. Uh, je, je ziet elkaar ook niet heel vaak. Ik zie hem ja, voor mijn wedstrijd uh, drie, vier keer per jaar misschien nog een keertje tussendoor. Dus dan vraagt hij hoe het gaat en weet ik dan allemaal. Dus nee, ik, ja. heb al, uh, ik mag niet klagen over hoe ik erop sta bij, bij hem. Maar dat je, ik ben, ik ben daar niet anders als ik hier ben. Maar, en dat is uh, denk ik waar hun van houden. De nuchtere no, Hollander. Het is zo'n no, 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 normale jongen gebleven. Ja, ja no, no nonsense. En gewoon, gewoon doen waar ze je voor betalen. En dat is gewoon een pot neerzetten waar het publiek gewoon uh, vanuit een plaat gaat. Dus. En ja. dat is me wel redelijk gelukt in het verleden. Dus. Mooi. En uh, als je nu kijkt naar uh, uh, ja, eigenlijk je plannen voor de toekomst. Je zit nu nog helemaal in het moment van het vechten. Ja. En je zei net al op je 35e, dan heb ik mijn hoogtepunt bereikt op je leeftijd ongeveer. Nou, misschien mag je nog vijf jaar achteraan plakken. En uh, daarna dan uh, heb je een beetje een idee. Zou je het in de sportschool willen? Zou je je eigen sportschool willen hebben? Of een vervanger van Bob willen worden? Of, ik nee. vind het wel heel leuk om les te geven. Alleen ik ben nu nog te veel met mijn eigen ding bezig. Um, ja. Je doet het al wel eens? Ik geef wel regelmatig les, ja. Dat, uh, vooral als ik in Nederland ben, in Amerika amper. Ja, maar dat, dat zou wel een optie zijn. Um, ja, het plan dat ik voor mezelf heb uitgestippeld is om voorlopig nog niet te stoppen. En nog voorlopig door te gaan. Ik ben nu eigenlijk op het punt gekomen dat ik per wedstrijd wat verdien wat leuk is als ik win. Dat, uh, dat is best goed geld. Dat, uh, dat, daar ben ik uh, tevreden mee. Dat moet nog meer worden. Dat, dat, daar zijn we ja. ook keihard voor bezig. Dus als ik stop met vechten, dan wil ik wel redelijk. Kunnen zeggen dat ik me niet meer druk hoef te maken om een ja. hypotheek of weet ik wat. Dus dat, dat moet sowieso goed zitten. En dat komt ook, denk ik wel goed. Je weet nooit wat het gebe kan gebeuren en dat weet niemand. Nu in, dat in de, moet de stijgende leiden. lijn gaat, inderdaad. Precies, ik ga niet meer uh, achterom kijken. En ik heb het ergste gehad en uh, we zitten nu weer in de lift. Dus. Ja. Maar um, ja, ik, ik moet nog wat zien uh, wat er allemaal dan uh, gaat gebeuren. En, ja, een, een sportschool is leuk. Dat uh, alleen als ik zie hoe druk Bob en Eermaat mee hebben, dat ja. is wel echt een fulltime baan. Hoor. Dat is meer zo'n 40 urige werkweek. Dat, uh, ja. Je bent echt non-stop bezig. Je bent ben niet alleen trainen, je bent ook sociaal contact van al die mensen van ja. alle recreanten van alle vechters. Ja. Uh, Daar moet je maar net, uh, net behoefte aan hebben. En dat uh, op dit moment ben ik te druk met mijn eigen carrière om zo ja, iets te kunnen ja. doen. Dus, en als het gaat om andere geld, geldbronnen die je, die je uh, hebt tijdens je vechterscarrière, ik bedoel je hebt, uh, je, je hebt sponsoringen, je hebt seminars die je kan geven, of inderdaad de extra's van de van de, van de UFC. En nu is de UFC heel erg uh, bezig om uh, het concept van UFC zodanig uit te rollen dat alles in een bepaald stramien komt. En nu ook bijvoorbeeld uh, de, de, de outfits die de atleten mogen dragen. Ze hebben net een deal getekend met, met een Reebok. Er yep. is veel over geweest van, van beide kanten. Dat, ik merkte een beetje dat de topvechters op, op Twitter en zo zeiden: van nee, dit is helemaal goed geregeld. Um, en dat uh, de jongens die uh, nog aan de poort uh, staan drammelen, dat die daar wel weer wat moe meer moeite melden. Omdat mm -hmm. het voor een hele hoop gewoon de inkomsten weg, uh, weghaalt. Bijvoorbeeld er oh. uh, zijn een aantal vechters die hebben meegeïnvesteerd in uh, kledingmerken, die dragen dat, die representeren dat. En die mogen dat in één keer niet meer dragen. Oh. Ja. Wat vind jij van die hele deal en uh, heeft het invloed op jou? Uh... Ja, nou het is. Uh, als je het vergelijkt met andere sporten, dat wordt gesponsord door allemaal grote merken. Zo simpel is dat. Ja. En uh, kijk, met voetbal heeft een team ook een sponsor. Uh, weet je, dat, dat gaat per team. En dan heb je nog een sponsor die je apart kan nemen. Per um, speler. En uh, de echte grote sterren, die worden uh, apart benaderd en die krijgen nog een extra bedrag. Kijk, we moeten even, even zien hoe het allemaal gaat uitspelen. Zoals ik het begrepen heb, de kampioen krijgt het grootste portie. De nummer twee tot en met vijf krijgen een groot deel. Nummer 5 tot en met 10 krijgen of 6 tot en met 10 krijgen, dan een iets kleiner deel. En de nummer uh, 11 tot en met 15 krijgen nog een klein stukje minder. Ja. En de rest is voor de vechters die niet in de top 15 staan. Maar dat um, op zich klinkt het wel redelijk simpel en ja, eerlijk. Alleen ik moet even zien hoeveel het is. Ja. En hoeveel uh, <laughs> ja, hoeveel uh, het, het gaat, uh, hoeveel het verschil is met, met, met wat ik normaal verdien... met sponsoring of. Um, je, dit zou normaal geen issue zijn geweest. Als, um, als je het vergelijkt met de bedragen die atleten normaal betaald krijgen. Alleen. Ja, dat, ja. Daar zit nog wel een klein kloofje tussen. Met wat wij verdienen. En met, met de honkballers, basketballers. En ja. okay. ja. Alleen dat, dat denk ik dat dat ook nog wel gaat komen. Dat die bedragen ook nog wel mogen gaan. Ja, dus dat, uh, ja. dat, dat moet wel als uh, serieus genomen willen worden. Dus. Nou, ik denk het stukje mainstream krijgen is wel gewoon uh, dat straks inderdaad. Uh, ja, de MMA. Reebok outfit gewoon in de winkel hangen. Dan ja. wordt het in één keer acceptabel voor een hele hoop mensen. En, en nou, en ik, zeker aan bij. ik denk dat het voor Nederland niet heel veel uitmaakt. Dat, dat, ik denk niet dat een Reebok het in één acceptabel maakt. Oh, ik denk gewoon wereldwijd. Hè. Kijk, in Nederland denk ik dat er, er kan heel veel gedaan worden voordat dit uh, überhaupt mainstream raakt. En het is een kledingmerk. Doet voordat we een, we een vol maar. hebben, zeg maar. <laughs> ja, maar op het moment oh, dat het uitverkocht wordt, hoor. als ze daarheen, als ze naar Nederland komen. Maar ook ja. vooral door de, de Europese landen die eromheen liggen. Ja, Nederland is gewoon heel mooi centraal. En ik denk dat als je aan een UFC in Europa, denk dat Amsterdam een van de steden is waar je een heel mooi evenement kan halen. Ja, zeker. Zover ik weet, iedere keer als een evenement in een UFC, of een UFC evenement in een stad plaatsvindt, levert het die stad miljoenen op. Ja. Aan hotels, noem ja, op. Ja, ja. Een enorme boost voor, voor een stad. En ik ja. denk dat, dat Nederland heel trots en blij mag zijn als je hierheen komt. En ik denk dat Amsterdam een hele mooie plek is om meerdere keren per jaar of één keer per jaar, twee keer per jaar. Ja. een evenement te houden, zoals in Zweden. En ik denk dat dat ook wel een beetje de bedoeling van de ufc is. Een super mooi centraal gelegen. Ja. Engeland aan de andere kant van, van een oceaan waar je een uurtje over vliegt. Alle Europese landen kunnen er naartoe komen met, met de auto. Dit is. Het hele ding in Nederland is alleen dat we, uh, we hebben iets moreels tegen een kooi hebben. Dat vinden we te barbaars overkomen. Nou, ik, denk, bullshit, maar... ik denk juist dat de UFC daar de veranderingen zou kunnen brengen. Door ah, te zeggen hopen. van, joh, we zijn ja, de, hier gewoon een uh, crème de la crème van de wereld. De mensen moeten vooral goed ingelicht worden, goed weet je, geleerd worden. En dat zou moeten beginnen met een, misschien een, uh, een tv-zender die het een beetje gaat uitzenden. En dat je daar goede, goede commentatoren bij hebt, goede presentatoren bij hebt. Um, kijk, de sport in Amerika is zo groot als ik het vergelijk met studio sport ik zou daar gewoon ook één keer in dezelfde tijd zitten Ellis zou zouden komen alle andere Nederlandse uh, gegens zouden komen ja. um, wij zouden gewoon bij studio sport zitten zo groot is het daar al ja, de, de, de de topvechters van de UFC zitten bij de grootste talkshows ja. die er zijn in Amerika zo simpel als... Fox News dat soort dingen ja hey, maar ik kon nog even hebben over een andere even van non versport gerelateerd want je hebt nog een andere hobby hè en dat is uh, vissen volgens yes. mij en je moet je mij toch eens uitleggen ja. want ik dit ja, ik dus deze discussie <laughs> hebben wij toevallig onlangs nog gehad. Dat ik, ja, ik heb helemaal niks met vissen. Ja. En probeer mij eens te overtuigen. Ja, ik moet ja, ja, gaan ja. vissen. Want ik zie jou vaak in het buitenland Florida als je ja. gaat, volgens mij aan het, aan het vissen. Ja, top. Waar, waar komt dat vandaan? Florida is natuurlijk ook wel een van de mooiste plekken ter wereld om, om te gaan vissen. Met de Florida Keys en alle, al het water wat je daar hebt. Um, ik ben eigenlijk al van, van kleins af aan met mijn vader en mijn broer bezig en uh, bij ons achter uh, in, in, in de sloot aan het vissen en noem maar op en ik doe het veel met mijn broer en voor mij is het echt pure ontspanning en nu is het wat kouder in Nederland, ja. bijten is wel beter in Nederland, dat wel, maar... Uh, Mooi, deze man kijk, heeft verstand. Kijk, ja, kijk ja. hè. <laughs> maar um, het, um, voor mij is het gewoon totaal ontspannen en denk ik helemaal niks anders en als ik een hele week aan het trainen ben... Ja. Dan heb je dat soort momenten nodig. En Florida, kan je naar het strand gaan, kan je helemaal meenemen, ga je vissen. En ja, trek je van alles nog wat uit die zee dus, ja, Dat dus, is ja, wel echt ja, En ja. dan, dan zit je daar gewoon lekker en gewoon totale ontspanning. Neem je wat te eten en te drinken mee. En dat is gewoon ja, helemaal niemand om je heen. En je bent gewoon lekker bezig. En Je denkt gewoon aan andere dingen. Dobbertje Misschien kijken, nog een beetje aan het trainen, maar je bent wel totaal ontspannen gewoon. En ja. dat heb je gewoon nodig. Dus, ben je dan ook zo'n professor die het niet met dobbers doet, maar op, op puntje? Mijn vader die vist en die heeft me dat allemaal wel eens uitgelegd. En nou, laten zien, ik wel ons mee op de boot. En dat soort dingen. ik ben er zelf niet heel handig, in maar ik weet dat je dan dat kun keer op de top van de hengel kun je vissen. En dan zijn ja, dat is weer wat lastiger als met de dobber. Je hebt een, je hebt een heleboel verschillende manieren natuurlijk. Dat, uh, het is natuurlijk waar je, maar net waar je op vist. En, ja. Uh, ja. hoe je vist. Dus, waar vis je het liefst ja, je Ja, je nee, in, in Florida heb je um, largemouth bass. Ik weet niet of jullie wat zeggen. Nou, het zijn die grote baas met zo'n enorme. dat waarmee je op de foto stond? Dan weet ik het. Maar... Uh, het zou kunnen. Ik heb wel okay. redelijk wat gevangen haal. Big fish. Big fish. Nou, dat zijn die vissen in die... In die uh, in die meren daar. Je hebt heel veel meertjes daar al. En die, die zijn zo groot ongeveer. En die ja. zijn super agressief. Ja. Ik had ook een haai uh, een van drie meter gevangen de laatste keer. dus denk was groter als jij. Ja. ja. Ah, wat dus... ik wel cool vind in Amerika. Want ik, ben wel, ik hou wel echt van natuur. En een beetje van... Uh, ja, dit, Amerika is gewoon vol met natuur. Klopt. Kan zeggen Florida dat, uh, is te gek. Ja. Everglades. Maar gewoon heel het. Amerika. Je hebt de Je hebt de jungle En alles ja. nog wat. Maar wat ik gewoon kicken vind. En wat ik, ik heb wel weer veel gedoken. Dat vind ik dan wel weer tof. Ja ook helemaal. Uh, ik heb dan wel een keer mijn harpoenenvis door ze donkere schoot. Daar op gelegd. Dat was ook fantastisch. Ja, dat is dat is het leuke als je daar al aan het vissen bent. Dus wat wat je daar in de zee vangt, de tonijnen en zo, die eet je s'avonds op en dat ja. is de lekkerste vis die je ooit gegeten hebt. Ja. Echt... Ah, nou, dat dat vind ik ook goed dat je dat dan want vaak zit het die dat vissen en dan weer teruggooien. Nou, weet je, eet zo'n beest gewoon op of zo. Of ja. Dat, ja je dan kan je alles inderdaad. eten. Nee, okay, niet alles man. is lekker. Nee, zeker in Nederland niet. <laughs> wat heb je een de gevangen. Dat uh, ga ik niet op de buik, Maar ik vind nee, het wel tof in de. Amerika, dat je gewoon uh, je hebt daar gewoon meren die al jarenlang afgezonderd zijn mm -hmm. waar dus gewoon eigenlijk uh, de hele vispopulatie uh, in zich, op zichzelf ontwikkeld is ja. dus inderdaad ook als je gaat duiken, maar ook als je gaat vissen dat je eigenlijk in ieder meer heb je gewoon een andere ja variatie oh, ja oké okay, zo ja yeah. dus dat is wel mooi om, uh, om te zien en uh, uiteindelijk zou ik ook nog wel lekker ja als ik dan, dan kijk naar zo'n Alaska of zo weet je dan, ja. dan is het gewoon kicken ja, dan moet je gewoon volgens mij ook ja een keertje, want je, in in het water, je hebt al wat aardig wat uh, vissen gevangen ik zou zo'n haai van drie meter trouwens... hoe okay, dat is niet een ongelofelijke strijd dat doe je niet aan de dat doe je niet aan het strand zeg maar dat zijn nee, nee, we boot erg we zaten we zaten op de boot dit was zo'n uh, nurse shark dus die zijn niet heel gevaarlijk voor um. mensen een nurse shark dus een verpleegster ja oké okay. en um, we waren gewoon uh, lekker aan het vissen, kleinere visjes aan het vangen voor, uh, voor op de barbecue. S'avonds wat, uh, wat zeebaas en zo. En uh, toen hadden we twee huid met een halve zeebaas. En dat beest zwemt over de bodem en één keer bam, hengel krom. En uh, dan ben je een half uur bezig met het beest naar boven te krijgen. En dan heb je hem aan boven en dan gaat hij weer naar beneden. Dus, oh, dat, Jesus. Ja, dat is ja, een dus, uh, workout. Ja, dat, dat uh, je beste biceps er klaar mee dus, Ja, dat, uh, uh, dat is uh, uh, met name uh, een training, zeg maar. Yep. <laughs> dus nee, dat, dat is gewoon voor mij, uh, ja, ik kan dat. Uh, Non-stop doen. Uh, heb je die haai ook opgegeten? Nee, hij kon, uh, hij kon niet eens de boot in. Hij was te groot. Kan dus het uh, loose. Oké. Okay. Vond ik, uh, laten zwemmen. Dus je haai-record so. is uh, één verloren partij. Ja. Het yeah. uh... was een draw. Hij, <laughs> volgens mij heb je haai afgetikt. Hij was <laughs> klaar. Stap, ik vind haai wel een vette beest. Want ik heb toen in, uh, ben toen naar nou, uh, Frans-Polynesie gegaan. Toen naar uh, Morea met mijn backpackje. En, uh, dat is tien jaar geleden of zo. En dan had je een haai-cursus. En uh, daar is echt gewoon, je gaat op een boot en echt helemaal niks met verzekering of wat dan ook. Maar feitelijk werd er gewoon gezegd van jongens, jullie moeten nu uh, uit die boot uh, stappen. En dan uh, had je ongeveer een kilometer van het strand tot aan, uh, tot aan het rif. En daartussen zwommen dan gewoon van die black tip en white tip uh, ja. uh, Reef uh, Sharks. Zeg mm. zeg. En er was al een beetje stroming, dus jij hing gewoon aan dat touw en zij gingen gewoon vis letterlijk voor je, voor je neus erin gooien. En echt, ik heb het op video, ik had toen net zo'n onderwatercameraatje. Oh, daar ik, kom je haaien op af, natuurlijk. Gewoon bijna 30, 20 haaien die daar voor je neus alles lopen op te vreten. Het was, uh, en dan ga je tussen zwemmen? ja, ja, schijnbaar kon dat. Ik bedoel, ik bedacht toen ook wel van oh, wow, dit is wel uh, lag je dan met je snorkel, dat was niet helemaal handig, maar goed, die beesten zijn natuurlijk ook aan gewend. En, maar ik vond het wel echt. Hield je uh, jezelf voor? Ja. Dit is wel kicken, weet je. wel. Ja, ik heb ja. niks met vissen, maar wel met gewoon wat er allemaal rondzwemt en uh, doet. Fijn man. En later hebben we nog met die uh, van die stingrays, weet je. Ja. Al? Dat je gewoon uh, die beesten die. Dat was Steve. Uh, uh, aan dat, was, dus. nog, dat was het nog. En die drie maanden daarvoor was Steve daar onze Steve Irwin als hij door de dood gestoken. En toen dacht en, jij, uh, leuk, ga ik ook. Nou ja, goed, deze zijn gewend aan mensen en. Uh, maar die beesten die die. Op het moment dat je boven het water staat en je hebt vis in je handen, dan zitten die beesten al tegen je op te zwemmen, omdat ze weten, ze ruiken het dat je het wat hebt. Weet je wel. Hij krijgt een beetje het gevoel als een in het park die weet dat je brood bij je hebt. Ja, ja. Nou, dat is het. En dat zeiden ze ook over die Steve Earn. Want ik had ervoor een jaar in Australië gewoond. Dan zeiden ze van ja, die gozer die heeft gewoon lopen heeft gezwommen in een gebied waar nooit een mens komt. Ja, dus ja, ja, dat ja, beest ja, ziet waarschijnlijk ja, ja. een donkere schaduw. Die denkt dat het een haai is en die steekt erop los. Ja. Dus dat, dat is waarschijnlijk. Uh, ja. Maar hoe zit dat? Heb jij nog een wensenlijstje met locaties en vissen die. Uh... Die moet worden gevinkt? Nee, ik, ik, vind, ik vind het altijd top. En Florida is gewoon sowieso een geweldige plek om te zijn. Het is um, super mooi daar. Alles is groen. Overal heb uh, ja, je, hebt je die, die reservaten. Je hebt de Everglades. Je hebt de, de zee waar je, waar je naartoe ja. kan. Dat is gewoon te gek. Ik ben een paar keer op Hawaii geweest. Ja. Geweldig. Ik wil heel graag nog naar Australië. Ik denk dat ik daar nog wel kom met de UFC. Ja. Um, ja, ik doe gewoon lekker mijn ding. Natuurlijk, dus dat, eh, dat is ook belangrijk. voor dus maakt me wel. Ja. Heb je nog een beetje andere hobby's buiten het vissen? Of wat je, wat je gewoon in je vrije tijd doet om te relaxen? Um, niet heel veel eigenlijk. Ik ben vrij druk met, uh, met, met mijn sport. En uh, dat uh, neemt ook echt veel in beslag. Ook met dingen regelen buiten de wedstrijden om. En uh, dan af en toe even lekker vissen in Nederland. weet je. Zoals nu. Ja, wat, ga je, wat ga je voor de rest doen met ja, dit weer? Je, ja, je, bijna iedereen wel. zit binnen. Wat moet je doen? Dat, uh, kijk. Maar ja. als je dan uh, zeg maar, ik ben bezig met, met mijn sport en met mijn vissen. Is het dan ook zo dat als je eens een keer een avondje lekker op de bank hebt en je hebt een laptop op schoot, dus je pakt je iPad, dan ga je vechtfilmpjes zitten kijken. Of het ja. gewoon technieke filmpjes. Want je gaf aan ja, dat, dat af en toe wel, maar dat, dat beschouw ik meer als wat ik tijdens de week doe. Schoonwerk. Met, is gewoon ook al nou, niet echt werk, maar ook, ik vind het ook wel leuk om te kijken natuurlijk. Maar dat hoort er wel bij. Maar uh, misschien dat als ik morgen wakker word, ik even mijn, mijn laptop pak en ik even DC tegen Jones ga kijken. Maar ja. dat, voor de rest. Ik ga niet echt uh, helemaal ervoor zitten of zo. Nee, nou ja, dat, uh, weet je, ik uh, ga gewoon uh, lekker mijn ding doen. Ik ga wel vaak naar de bios bijvoorbeeld. Gewoon ja. even lekker filmpje pakken. Ja, relaxed. Ja. Doe jij nog iets überhaupt iets staan? Uh, want op het moment dat jij uh, wordt gecontact om zo'n uh, partij te gaan knokken, of vaak zijn er heel veel geruchten wat, je, wat er gaat komen. Mm. Ah, ja, de partij is dan vaak al rond hoor. Maar is dat is dat onderdeel van, uh, van de marketing die daarbij komt? Van een beetje de boel nou, storytelling eromheen? Of? Um, mijn manager wordt gecontacteerd door Joe Silva, dus de matchmaker van de UFC. Ja. En dan uh, krijgen we een partij aangeboden. En dan zeggen we ja of nee. Of uh, ja, gaan we gaan even bespreken, dit en dat. En uh, meestal, als je, uh, als je die partij allebei aangeboden hebt gekregen. En je hebt ja gezegd. En één, twee dagen later, dan lopen mensen om je heen en die gaan praten. En op de een of andere manier komt altijd ja, ben je iemand nee. recht die er ja. wat op internet zet. En dan komt er weer hm. iets van gerucht. En dan is de partij eigenlijk al lang rond. Dus dat is wel grappig. Ja, ja inderdaad. En, en op het moment als, als je dan. Ja, ik, ik kan me niet voorstellen hoe dat, dat... Of tenminste, ik kan me wel voorstellen, maar ik heb het idee dat het op zo'n hoog niveau anders gaat. Maar volgens mij, misschien is het het niet. Als zo'n Joe Silva dan belt, of jouw manager belt gewoon letterlijk van... ...joh, hey, we hebben een, de, de kans om tegen Alistair te, te, te knokken. Ja, uh, uh, Wordt er dan ook meteen gezegd, je krijgt er dit bedrag voor... Uh, uh, ...of moeten we het uit onderhandelen, of is dat iets nee, wat, dat, wat al vaststaat? Nee, Het staat, staat in mijn contract, hè. Het contract ja. wat ik met de UFC heb gesloten, dat sluit je voor, bepaal, voor meerdere wedstrijden. En als je wint, dan dus ga je weer een stapje omhoog. Ja. nee uh, je volgt een tijd voor het bedrag en... Um, kan je, je neven kopen? Op het moment dat je zegt van, joh, dit vind ik nu geen geschikte partij in mijn carrière, of uh, als je er een goede onderbouwing voor hebt. Als je een hele goede onderbouwing hebt. Nou, dat wel wel een heel goed van, zijn. Heel goed verhaal zijn. Ja. ja. Nou, weet je, je kan altijd een blessure hebben, of ze bieden je ook dat datum aan en waar dat is natuurlijk. En, ja, en Dan kun je altijd natuurlijk wel zeggen van, ...hé, hey, weet je, misschien even drie weken later dan kan ik even dit laten genezen, of het is even lekker dichter bij huis, of weet ik wat. En ja, ja, ja. Dan kun je wel vragen, ja. maar of ze het willen is een tweede. Ja, ja, ik vraag me af. Die keuze is natuurlijk vrij beperkt. Alleen je merkt wel dat uh, het aantal vechters in de UFC, het aantal contracten is super groeiende. Nou, heb, nu niet meer. Nu zijn ze wel um, Volgens mij hebben ze vorig jaar een behoorlijke opschoning gedaan eventjes. Van alle ja, dingen. ze zijn nu nog wel bezig hoor met uh, iets minder uh, vechters contacteren. Want ze hebben er ook weer een divisie bij natuurlijk. de vrouwendivisie tot, uh, weet ik veel, 20, ja. 20 kilo. Ik weet ja, het ja, niet. Ja, ja, ja. <laughs> je hebt er zoveel op Ik... Uh, ja. Weet je, en daarvoor zullen ze ook gewoon een, een roster moeten hebben van twintig dames. Dan dus zullen we het vechters uit andere gewichtsgassen weg moeten. Want je kan maar een bepaald aantal partijen op een evenement aanbieden. En het aantal evenementen wat ze nu hebben, ze gaan niet meer even organiseren als dit. Ze zitten nu al op een hoogtepunt in. Ze ik vind dit wel echt veel. Het is ja. te veel. Ja. Hoeveel organiseren ze in een jaar tijd? weet niet. 54 ja, aankomend jaar. Dat, dus is dat is inclusief de fight nights en dat al? Is de, fight ja. nights. Ja. Dat is elke week iets? Dat is meer dan elke week ja. iets. Dat is ja. soms ja. iedere week twee. Shit, dus dat, uh, je krijgt het uh, op een gegeven moment niet meer gepromoot, weet je wel. Want het is echt, ik weet nog dat man, vroeger zat je gewoon drie, vier maanden ertussen. Ja, zo je, je uitkijkt. Te zoals nu die ja. partij tegen DC en je yeah, die is heel erg gehyped. Maar er zijn al zoveel galen de laatste weken geweest... dat die partij ook weer niet heel erg gehyped is. Omdat mensen eerst naar andere partijen uitkeken. En, hey, dit komt eerst, nee, dus ja. daarna gewoon pas naar die partij kijken. Er is er echt een maand tussen het gezeten. En dan is ze alles ja. op die partij kunnen douwen. En dan hadden ze denk ik ook veel meer pay views komen. Ja, ik weet dat ook nog wel een goede oude tijd met Pride. Dat je echt weken uitkeek naar sommige partijen. Ja, ja. Dus het gaat gebeuren, het gaat gebeuren. En, en dan had je ook tijd om je er een beetje op in te stellen... en de hype op te laten de, Er niet zijn niet te veel, te veel vechters om je echt op te focussen. Ja. Het zijn allemaal toppers. En het niveau is uh, veel, veel hoger dan in Pride was. Ja. Zo, 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 zo uh, gaat het gewoon. Evolueert de sport gewoon. Alleen, ja. er is zoveel. Het is gewoon te veel. En dan heb je naast de UFC heb je nog Ballotter. En dat is allemaal een paar niveaus lager. Je hebt belleter, je hebt 1FC, je hebt in, uh, Japan af en toe. wat het, uh, het is gewoon niet meer bij te Het is gewoon te veel. Ja. Ja. Dus. Oh. Bellator wordt nu een beetje de opvangclub voor alles wat gekut wordt van de UFC. En als ja. je dan drie keer wint in Bellator, dan mag je weer terug de te UFC. Dat is een manier van de kijken. Top. Je kunt ook zien als de kweekvijver waar een nieuwe talent vandaan komt. Nee, kijken. dat gebeurt niet wel. Oh. Niet meer? Nee, nee. alleen echte, de echte toppers. Ze hebben een paar toppers getekend en die, doen die komen die niet zo heel goed in de UFC. Ja, grappig. Heb je nog talenten waarvan je denkt vandaag gaan we veel van horen in je omgeving? ja we hebben we, wel we, een aantal jongens die uh, nu nog uh, echt in het begin van hun carrière bezig zijn die het wel heel leuk doen en, en een hele leuke reeks hebben maar ja om nou echt te zeggen dat, dat je die ja. stap kan maken dat is gewoon weet je ik heb, ik heb ook wel vechters gezien dat ik dacht van nee hey, die zijn nu eindelijk daar bij de UFC en die gaan nu echt een serieus contschoppen ja. die waren de twee partijen waren ze helemaal klaar dus dat uh, ja. mensen die die hebben niet echt door hoe hoog het niveau is daar al ja. dat is gewoon echt uh, Bizar hoog. Maar, en Het wordt alleen maar hoger. Met, weet je, als, je, als je ziet hoe... Ik ben niet, niet eens zo heel... heel uh, uh, hoe zeg je dat? Um, als je ziet wat John Jones doet. Of een Conor McGregor doet. Al die, ja. die fancy dingen die ze gooien. En dat ook gewoon perfect uitvoeren. Weet je? Dat is gewoon bijna... Het gaat de kant van Bruce Lee op, alleen dan echt gewoon in de kooi. Ja. En dat, is wel, dat is wel gaaf om te zien. Dat, uh, en ik heb niet echt uh, de motoriek van een Conor McGregor. Uh, niet dat mijn motoriek slecht is, maar... Beschouw jezelf je niet als een... Uh, want ja, je hebt natuurlijk al de topatleten, sommige die komen erop door... Bijvoorbeeld, ja, ik, ja, Bob, jouw trainer, die, dat was zeker gewoon dat hij heel veel partijen op doorzettingsvermogen mm. heeft. Vormen, op incasseringsvermogen. Aha. Uh, wat mij persoonlijk opvalt bij jou is dat jij je hebt een, uh, de, de, de goede eigenschap dat je kan terugkomen uh, op het moment als je een paar tegenslagen in de wedstrijd krijgt. Mm -hmm. Dat je goed herstelt. Uh, dat Eigenlijk ook... wat je zegt, dat je gewoon eigenwijze tegen mij mensen af en toe. Nee, nee, nee. <laughs> ja. Ik vind het wel mooi om te zien dat in zo'n uh, dat je op een gegeven moment, uh, ja, je krijgt een beetje de, de fish dance, noemen ze het. Dat op het moment als je wordt aangeslagen, dat je even wobbly bent. Wobbly bent en dat je dan toch nog weer. Letterlijk daarvan terug kan komen. Sommige vechten komen er heel moeilijk overheen. Wat zijn jouw. Uh, waar, waar beschouw je jezelf absoluut niet goed in en waar wel? Ik, ja, ik ben eigenlijk al rond wel redelijk goed. Mijn worsteling moet nog veel beter om echt te kunnen uh, domineren en bepalen waar het gevecht plaatsvindt. Of ik wil blijven staan of naar de grond ga. Als ik dat ga bepalen, dan, dan, dan zie ik bijna niemand meer voor mij winnen. Nee. En daar zijn we ook keihard mee aan de slag. Maar um, weet je, het probleem is ook met, uh, mede door die, die, die hardcore die ik had. Ik, um, om het maar zo te dus, zeggen, ik kan hier vechten. En als ik tegen iemand vocht die op dit niveau ook al vecht, ging ik vaak hier met hem vechten. En dan ik de eerste ronde vaak een beetje hem zijn ding doen. Ja. De tweede ronde ging ik eroverheen. En dan zag je zo gewoon in één keer wegklappen dat ze niet meer konden ja. benen wat ik met hen deed. En ik moet gewoon niet hier beginnen. Of hier ja. beginnen. En dan een beetje zo. Nee, ik moet gewoon gelijk hier. Beginnen. Ja, jij moet je willen opleggen. Ja. Ja. Maar is dat iets wat je altijd... Is dat iets wat... Uh, want je hebt, in het begin heb je altijd uh, vrij makkelijk gewonnen. want ja. toen kwam je op een gegeven moment in de UFC. En dat je, nou je misschien die ronde nodig om in te komen, is dat, een, is dat er iets wat bij is gekomen door voorzichtigheid, door, omdat het niveau in één keer hoger werd. Ja, van alles en nog wat ook natuurlijk. Weet je, die partijen die duurden langer, dus ja. weet je, en als je dan niet je volledige hartcapaciteit hebt en, ja, Voor mij, weet je, hetgene waardoor ik me zo, zo veel afvraag, waardoor, waar, hoe, hoe mijn lichaam zou voelen in die kooi, vooral de laatste wedstrijden voor, um, voordat het gevonden werd. Was het voor mij altijd mentaal heel zwaar om mezelf te pushen tot die wedstrijd, omdat de voorbereiding telkens zwaarder werd. En dat ja, wist ik allemaal niet. Ja. Weet je? Dat ik zei tegen mezelf van nee, het is altijd zo zwaar geweest. En het was voor mij een enorme um, effort altijd om mezelf te pushen om. De prestatie neer te zetten die ik neer moet zetten. En om zo diep te gaan in die kooi. En dat was voor mijn lichaam natuurlijk een enorm obstakel om dat, dat eruit te persen. Iedere keer je lichaam zo te laten presteren. Ja. En zo moet te worden, maar wel te winnen. Ja. Dus het werd op een gegeven moment door het zo'n uh, mentaal obstakel om dat gewoon zo te moeten doen. Weet je. En de laatste keer ging het allemaal vrij simpel. En was ik veel te veel in mijn hoofd bezig met, dus, weet je, ik wil niet moe worden. Ik, hmm. Hoe ga ik voelen? Ja. Ja. Is, dat een, is dat een ding wat je er uh, want we hebben het nu best wel vaak over gehad dat je nu een uh, uh, je hebt nu een, keer een, een mentaal dingetje erbij, wat je al zegt van joh, ik moet mezelf terug gaan vinden. Ja. Uh, is dat iets wat uh, nu toegevoegd gaat worden aan je trainingsregime? Ga je iets met een met sportpsychologen? Of, ja, dat uh, heb ik voor de laatste uh, partij ook al gedaan met een voormalig uh, um, ja. nee, visieel ben ik veel bezig geweest uh, uit Florida en dat is ook wel een te gekke ervaring, hoor. Die okay. zijn echt helemaal gestoord. Vertel. Ja. Maar, uh, ja, maar wat dat maakt, dat maakt ze uit? gestoord? Nou, hij zelf niet, maar. Um... Want voor de mensen die het niet weten over algemeen... le Shields zijn de uh, elite troepen van Amerika. Ja, en, de, de bekende van hem... de elite. En, uh, de ik heb daar ook even geschoten met hun en zo. En, en als je Echt, ziet hoe die gasten uh, functioneren, dat, dat is wel bijzonder. En sommige verhalen die ze vertellen, dat, mm. uh, dat is wel bizar. Uh, de, de persoon die mij begeleidde met dat mentale, die, die zelf niet, maar um, hij heeft een paar mensen laten overkomen. En die zijn dus in het huis van Bin Laden geweest bij die operatie. Uh, Captain Phillips, die boot met die Somaliërs, uh, hebben hun bevrijd. Uh, ja, dat, is heel team select, six, dat is een heel select ja. groepje. Ja, ja, dat, dat is ja. gewoon echt... Ja. Dat dus niet alleen seals, maar dat is gewoon echt de creme de la creme van de seals. En ja. dus je ziet hoe die gasten er gewoon relaxed zijn. En gewoon. Uh, dat is wel grappig. Ja. Ja. Maar wat voor soort... Uh, want eigenlijk draait bij zo'n seal alles om uh, kunnen presteren onder druk... en de uh, meest erbarmelijke uh, omstandigheden. Ja. En hoe wordt zoiets gesimuleerd voor jou als vechter? Want um, je, ja, jij moet je voorbereiden op iets. Uh, wat niet zozeer wat van buitenaf komt. Uh, maar van binnenuit. Je, hebt, je, je zit met een hartkwaal. en. Ja, Misschien ja, wat twijfel, of is het angst? Of, uh, wat hebben ze precies gedaan om... Uh, uh, Kun je wat voorbeelden noemen wat je moest doen... waardoor, je, uh, waardoor dat getraind werd? Het, nou, dat we hebben we gewoon echt zoveel mogelijk de wedstrijden nagebootst En niet alleen de wedstrijden, maar ook de walk-out. Naar nou, de kooi lopen, de kooi instaan, gecheckt worden. Dat soort dingen. Doen, doen, doen. En dan visualiseren. Vijf minuten ademen. Visualiseren hoe de wedstrijd gaat. Voor je zien, dingen voor je halen. Handen tapen, noem maar op. Allemaal dingen doorgelopen en allemaal dingen... Nou. Weet je, weet je ook dat, waarom ze dat deden? Om ervoor te zorgen dat jouw mind state zo optimaal mogelijk is op het moment dat je het echt aan het doen bent? Nou, zodat als je daar al, dus echt naar die kooi toe loopt, dat je denkt: van hé, hey, dit was zo vaak gedaan. dat nou, dit ken ik. Dit, dit is dit niet nieuw. Dus ik ja, ja, geen moe voor, weet je. En dat, uh, zo ging het in het verleden ook. Dan liep gewoon naar de kooi toe, stapte ik kooi en trapte ik iemand dan elkaar, ik Ik hem klaar, geen geen weer gewoon hey, 19 van de 20 jaar. Go ja, De ufc contract verdiend. We moeten even wijkens, breintje rijden. Kom jongens, geen neefensiel van nodig. Doe ik zelf haal jij mijn geld even op. Zo ging het gewoon Echt vroeger dat ja, uh, ja weet je. Oh. en dat 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 moet gewoon uh, ja, da daardoor er is iets tussen gekomen waardoor ik waar ik niks aan kan doen ja. ik, ik heb een kwaal gehad waardoor het moeilijker werd ja. waardoor sommige partijen niet gegaan zijn zoals ze moesten gaan en dan heb ik niet alleen over de laatste twee partijen ik heb daarvoor ook al dingen gehad in een wedstrijd waardoor ik niet presteerde zoals ik kan presteren en die nu ja. zijn gewoon goed verklaarbaar zijn dat ik zes weken lang ziek was voor een wedstrijd of noem maar op allemaal dingen dat ik denk van... Hé, dat, dat is nu heel goed verklaarbaar. Ja. Dus dat... Uh, ja, daardoor werd het dus af en toe moeilijker. En de laatste keer, ja. Merk je dat je naarmate je ouder wordt... ook steeds meer gaat nadenken over... Uh, dat je steeds bewuster wordt over... wat je denkt en wat je doet? Ja, dat... tuurlijk. Want als je zo jong bent en je doet dat... denk je helemaal nergens over na. Ja. En dus heb je helemaal niks om je druk om te maken. Je ja. doet het en klaar. Maar um, tuurlijk, dat denk je over na. Alleen dat is ook een bewuste keuze die ik maak om dit te doen. En ik ben er al plus twaalf jaar mee bezig om de beste te worden en dat ga ik ook worden simpel is het weet je dat uh, ik heb nu, uh, nu zoveel opgeofferd om om dit te bereiken dat dat, dat gaat lukken ook ja Zo um, ja want er kwam dus iets tussen en dat heeft het moeilijker gemaakt alleen ik weet dat het is het is herkend en dat gaat gewoon opgeruimd worden en klaar ja, ja. Probleem geïdentificeerd, ja, Dan gaan we het oplossen. Ja, dan kan je wel bij de pakken neer gaan zitten en heel zielig gaan doen, maar ik ben hmm. niet zielig. Dus. Nee. Ja, exact. En maar dat is het ook, want op het moment dat je jezelf zo'n snelpel gaat opdrukken, dan ga je er waarschijnlijk ook gewoon naar handelen. En dan. Uh, is dat train eraan... je ook. Dat train je ook ja. als je die negatieve. Ja, wat hebben ook nog wel heel even naar terug. Want ik vind het fascinerend. Hè? Die gasten zoals uh, als die Navy Seals, je zei het al, dat zijn natuurlijk wel gasten die echt ook onder levensgevaar uh, opereren. En nou uh, ja, UFC is natuurlijk, het is absoluut gevaarlijk wat je doet, maar er is gelukkig nog nooit iemand gestorven in, uh, in de kooi. In, uh, bij de UFC, uh, niet. Bij de UFC, uh, niet. UFC uh, niet. Nee, uh. precies. Nou, elders volgens mij. Ik, ik, ik heb één keer iets gehoord. Ah, uh, er uh, zijn, zijn, zijn een paar uh, dingen gebeurd. Maar um, er zijn ook mensen overleden op een voetbal. Ja, ik wou net zeggen, je, het zeggen, dat is geen standaard. De, 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 de zijn, de, op dit moment is de sport zo groot. En er worden ieder, of, ieder weekend zoveel evenementen gedaan. Uh -huh. Als er iets in je lichaam niet goed is, en je stapt zo'n coin, waarbij je stress ervaart en je. Uh, niet alleen mentale stress, maar ook je lichaam stress mm. ervaart, ja, dan kan er iets gebeuren waardoor het niet goed gaat met je lichaam. Ja. Zo simpel is het gewoon. Ja, precies. Ja, want daar zat het dus even op. Die mannen die hebben natuurlijk een bepaalde, oh, niet alleen fysieke, maar ook mentale grit. Je, je zou die gasten moeten zien functioneren. Ja, die zijn Kunnen we gek. Kun je er nog, nog iets meer over vertellen? Wat je bijvoorbeeld, dan, dan kijk je naar zo'n uh, zo kerel en dan denk je, wauw. Ja, ja, zoals jij dat doet, dat spreekt me aan. Zoals je hier en hier mee omgaat. Betal ja, ik, nee, ik, ik heb het natuurlijk niet live kunnen zien bij hun. Hoe hun ermee omgaan. Je mag in niet mee. Je mag je nee, mee. Ik, ik, ik wil ook niet mee met, met <laughs> nee, wat hun ik. doen. Echt niet. Dat, uh, dat is niks van mij. Maar. Uh, ja de, de verhalen die ze verteld hebben uh, gewoon dat ze dus, uh, gewoon een beetje lol hadden erbij of is van uh, dat is het verhaal Ze waren ergens in een dorp en dan kwam er een bewoner aan toe en die zei van uh, die die man daar die zei van dat jullie uh, dat jullie nog aan de beurt komen dat ze jullie gaan pakken gewoon die man daar hij oké okay, bam oké okay, nog meer mensen nee oké okay, oh. ja ja ja, ja dat, dat dat zitten ze gewoon te vertellen en ik zat echt gewoon zo van dat, Oké. Okay. Dat kunnen wij gewoon niet plaatsen. Nee. Ja. Maar ja, dan, is het maar ook, dan of... gaat het om je eigen leven. Hè? Dus als ja, je ja, ja, daar nee, ik snap. In, in, je hoort dat hij dat zegt... en je moet een statement maken... die gasten die denken er gewoon allemaal bij na. Nou, dan moeten we het zo oplossen. Dus hij of ik. Ja. Dat is wel echt heel pragmatisch. Ja, ja maar ja, uiteindelijk hoor je als... Uh, zeker als SEAL Team 6 uh, soldaat... hoor je gewoon in de ja. gezet waarbij, gezet... Ja. Ja, waarbij je geen zandzak hoeft te slepen, zeg maar. Nee, ik heb nog nooit op zo'n manier een levensgevaar blootgestaan. Het ergste wat mij uitgebeurt gebeurd, was als ik bijna achterop een auto knalde in de file, weet je. En dat vind ik wel doodeng. Nou, dus... ah, wat ik wel cool vind met dat soort gasten. Want ja, het... gillen als een klein meisje. <laughs> Uiteindelijk is het wel cool dat ze een... Uh, want wat hun daar in het extreme doen, zou je eigenlijk ook terug moeten zien in een sportschool. Ik bedoel, hmm. samen afgebroken worden, samen toewerken naar een wedstrijd of operatie of wat dan ook. Ja. En dat... Dat stuk, want zoals zij met elkaar lopen te lollen, het is hun leven. En ik bedoel, ja, uh, zo zeg jij tegen een Bob van, hey Bob, haal jij even mijn geld op als je weer iemand de knock-out hebt geslagen. Ja, en, precies. Uh, weet je wel? En dat, dat is wel tof dat dat een, ja, ik, ik zie er overeenkomst aan. Ja, maar dan... daarom die dingen nabootsen. Dus niet alleen weet je, het sparren, ja. maar ook gewoon het aangekondigd worden weet je, door, door de, de ringspeaker met geluid van het publiek erbij. Ja. dat soort dingen uh, ja. het naar de kooi lopen het tapen, het, van alles en nog wat gewoon doen hoe je daar staat voordat je naar de kooi toe loopt. weet je dat doornemen dat, zodat je zo min mogelijk nieuwe indrukken te verwerken precies, hebt dat zulke, je niet in één ja, keer ja, ja, ja. Nee, dat je weet je het draait allemaal om stoffen die je lichaam aanmaakt met ja stress klopt dus als je ja. daar in één keer staat en uh, je begint alleen uh, de, je, je, je routine te doen met Bob, die, uh, die begint je op te pompen en tegen je te praten. En, en dan valt het kwartje bij. En dan krijg je zo'n adrenalinepomp. Of ja. dus je, je lichaam maakt in één keer stresshormonen. En dan word je overal. En net, ja. dat je in één keer die hebt. Nee, weet je, dan heb je gewoon zoiets van nee, ik herken dit. Boom, rustig. Maar ja. ja, ben jij iemand die moet worden opgefokt of ja, want hè, ik, wat we het al over hadden, je, je komt nog wel eens achter op zo'n gala en dan zie je verschillende mensen op verschillende manieren worden opgewarmd. Hè. Mm. De een die vindt het prettig als ze gewoon rustig met hem praten, de ander die moet een paar keer zijn geslicht geslagen worden. Ja. Weer anderen vinden het lekker om helemaal over de klink te worden gejaagd op de pets. Uh -huh. Weet je, weer anderen hebben ze in, maar twee keer stoten en ik vind het wel goed. Uh -huh. wij zijn, iedereen, jij, uh, iedereen doet het anders, weet je, en ja, warming up is wat anders dan opgefokt worden. Ja, dat denk ik um, Geloven jullie in de tweede wind? Je ziet soms jongens die trainen even over hun eerste piek heen, zeg maar, voordat ze de wedstrijd ingaan. Dan hebben ze hun eerste adem gehad en dan zitten ze in hun tweede lucht. Nou, ik denk wel dat, je, dat mensen beter um, zouden moeten weten wat warming up is. Ja. Weet je, je, je moet gewoon zweten, je lichaam moet functioneren, je lichaam moet pompen, je, je motor moet gaan. Zo simpel is het. En dat moet je goed kunnen afstemmen. Um, ja, we. Wat, wat, wat hun fijn vinden, dat is ieder voor zich. Maar je lichaam moet warm zijn. Zodat als je daar begint hmm. en je gaat je ding doen, dat je geen spieren scheurt of werk voort. Ja. Nee, je moet warm zijn en je lichaam moet klaar zijn om te vuren. Dat is een warming up. Zo simpel is het. Ja. Iedereen vindt het fijn. Uh, of iedereen vindt het op een andere manier fijn om die, die ring in de kooi in te stappen. Weet je, het heeft geen zin om blind agressief bij de UFC die coin in te stappen, want iedereen is zo goed, dan ga je 99 van de 100 keer geen partij meer winnen. Ga je helemaal fouten maken. Het, het lagere niveau, weet je, mensen die op een niveau vechten, dat is weer wat heel anders, ja. weet je. Die doen het voor de lol, uh, die, die vinden het leuk dat mensen zitten te kijken, die kunnen het op hun werk vertellen en daarop, ja. weet je. Um, het heeft geen zin om blind agressief die kooi in te gaan. Nee. Wat ik altijd zeg is, um, de enige agressie die je moet hebben is de agressie op jezelf om zo gefocust mogelijk je ding met precisie uit te voeren. Meer is het niet. Mm -hmm. Agressief op je tegenstander of weet ik of wat, heb geen zin. Want ik hoef hem niet per se pijn te doen. Nee, ik moet gewoon mijn ding uitvoeren. Ik moet mijn missie uitvoeren met precisie. Ja. Ja. Snap je? Ja. Dat is de enige manier waarop je jezelf moet op. Eigenlijk zeg je, het Dat gaat alleen om de uitvoering van mijn techniek. Ja, zo simpel het. maar. Dat zie je met, met bijvoorbeeld voetbal, andere sporten, Amerika voetbal. Zie je voor een wedstrijd zie je ze staan en dan zie je een beetje agressie in hun, in hun blik en dat, dat is goed. Want, of tenminste, focus. Je, je weet ook niet precies wat ze denken. Nee. Misschien denken ze wel, ik ga je benen breken of <laughs> even. Maar dat is gewoon focus. Gewoon een beetje zoals noemen um, ze voor Edgar Davis vroeger had. Weet je, die blik gewoon zo van boem, weet je, wij gaan dit doen. Gewoon nee, gefocust op wat hij moest doen. Ja. Dus dat, dat is in principe voor mij de enige agressie die ik moet hebben. Showtime. Ik vind het wel bijzonder, jongen. Je hebt een, uh, een bijzonder beroep uh, gedaan ja. met, uh, ja, met high risk en high stakes, maar wel ook echt uh, de mooie kanten ervan. Ja, nee, dat, dat, uh, dat is zeker. Weet. Anders zou ik het niet doen als die mooie kanten er niet waren. Nee, dat lijkt me ook niet. True, oké. Okay. Hé, hey, en um, even op korte termijn, want je hebt een, uh, je neemt nu even je rust. En Wat is je, wat je planning voor dit jaar? Probeer je deze, dit jaar weer uh, terug uh, ja, te gaan? Ja, sowieso dit jaar. Dena uh, had gelijk al een wedstrijd aangeboden na de, uh, na de partij tegen Erlaste. En toen, uh, ja. toen zei ik van ja, weet je, komt goed. We plannen het wel weer. En uh, uh, Maak je, je niet druk om mij. Hij zei ook van ik, ik, um, ik ben heel blij dat je weer terug bent. Weet je, ik ben hier, je bent echt een van de vechters waar ik heel graag naar kijk. Um, alleen um, volgende keer dan, uh, dan wil ik gewoon weer de oude zien. Weet je? Ja. En er niet zo van: weet je, je moet laten zien of je legt eraan. Hij ja, zegt gewoon: volgende keer wil ik gewoon weer zien wat je kan. Weet ja, je? Want ik weet wat je kan en dit was niet wat, wat jij kan. Weet je? je kan veel, veel meer. En hij zegt: ik snap het wel, want je hebt er een, een hoop aan de hand gehad. En uh, ze weten ook van het proces wat ik allemaal gedaan heb. Ik heb echt alles aan gedaan met die ja. seals, met die medicatie. Met mijn hele team heb ik gewerkt om zo goed mogelijk daar te staan, weet je. En dat weten ze dus ook allemaal, zijn ze allemaal op de hoogte gehouden en dat vinden, vinden ze echt top. Ja. Zeg maar, het komt goed, weet je, maak je niet druk. Je. Maar volgende keer wil ik wel weer zien wat je kan, dat komt goed, weet ik zeker. Dus... Heb je een, een tijdframe wanneer je weer... Uh, nou, je ik denk, denk april of zo, zoiets. En dan naar Amsterdam en de ook Dome. Hoppa. Nou, ik, ik denk niet dat het zo snel gaat. Ik denk dat uh, ze misschien eind van het jaar komen en anders volgend jaar ergens. Ja. Nou, nou, we het uh, hopen, Amsterdam. Ja. Het zou mooi zijn. Ja, oké. Okay. Top. En hey, als af, afsluiter nog eventjes. Um, uh, nou goed, wij worden ook een beetje gesponsord hier door uh, hmm. Nutrofit. Ja. Uh, uh, jij bent uh, gelukkig ook nog een keertje gesponsord door Onnit. Uh, ja, nog steeds. Uh, dus. Super tof, uh, want ik zie je ook regelmatig met foto's voorbij komen. En we hadden het net al even over die Shoemtack. Um, als je zegt voor MMA, dan heb je natuurlijk uh, over je conditie en dat soort dingen. Ja. Die Shoemtack beveel jij ook, En dan ga ik jou nog gewoon eventjes de, de, de review laten uh, vertellen. Want uh, jij hebt Shoemtack shroom, ervaren. Uh -huh. Wat mensen niet weten is dat Schoemtek is een supplement voor uh, ja, eigenlijk uithoudingsvermogen. Gebaseerd op een, uh, op een paddenstoel uh, die gevonden werd hoog in de gebergtes. En de reden waarom ze dat hebben gevonden is eigenlijk omdat het, uh, het vee werd in één keer super actief gemerkt zoals daar ja, letterlijk met ja. uh, een her... over die <laughs> <hergeiten>. ja actieve bergen <laughs> nee, die werden in één keer actief en die nou, iedereen begreep dat niet en uiteindelijk uh, in Azië wisten ze dat al langer dat het over die cordyceps paddenstoel ging uiteindelijk heeft het uh, typisch de Chinezen weer de Chinezen die hebben dat als een keertje als eerste mee naar de Olympische Spelen genomen die hadden toen super goed gepresteerd ja. en toen wilden ze weten wat het uh, geheim was en toen bleek dat ze die cordyceps paddenstoelen samen met uh, Schildpaddenbloed. <laughs> hier kom je zoals stierenballen uit of zo. Maar dat viel ja, ja, wel weer mee. Maar goed, uiteindelijk, uh, weet je, er zijn genoeg onderzoeken naar geweest. En, uh, maar daarvoor was jij ook enthousiast over, toch? Jij ja, nee, ik, ik gebruik het uh, bijna iedere dag die Zoomtech, Vooral als ik dan uh, zes dagen in de week train, dan heb je af en toe als een momentje waarop je niet helemaal weet je, 100%. Uh, energie, vol energie voelt. Ja. En um, dan die, als ik die Zoom-tag neem, dan is dat net hetgeen wat me eventjes eroverheen helpt. En me aanzet tot. Uh, hoe ik moet presteren en dan gaat het ook gewoon ja een stuk beter als ik het niet neem en dat, dat vond ik wel erg gaaf ja. om, om te ervaren want ik ben niet van de pre-workouts en werken allemaal die benden die suikerbenden waarvan je helemaal gestoord wordt en je bijna ja, dat, een hartafval ja. krijgt dat, dat had meer van ja. ja precies ja, die heb ik uh, wel. want dus, ik ja. weet nog dat ik jou uh, ik weet nog dat ik jou er toen over sprak voor het eerst was bij Mike's gym inderdaad toen zei je nog ja uh, stuur het me op en dan bepaalt mijn trainer wel wat ik, uh, wat ik ermee doe. Ja, en, Bas. Ik zit dan met Bas. Bas, Wilmsen, die, die, uh, die kan me wel vertellen of het iets voor mij kan doen. Uh, ja. uh, of het nut heeft om het te gebruiken. Uh, als het geen nut hebt, dan ga ik het ook niet meer in mijn ja. systeem stoppen. Dus ja. het, uh, maar nu snap ik ook een beetje de ketel. Want je hebt ook een, uh, een Primal Bell toegestuurd gekregen, volgens mij, van Onnet. Dat uh, ja. is een kettlebel in de vorm van een aap. Het staat er hier. Een... Oh, ik, even... uh, ik gebruik wat dezelfde. De, de 32 kilo. Uh, ja, man. Hij staat achter mij. Jij ja. traint met je 32-kilometer? 32-kilobel, ja, met die. Met, Wat uh, doe je ermee? Swings? Swings, uh, bijna, bijna alleen maar swings. Toe. De rest doe ik uh, gewoon met, uh, oh, met metal, dus uh, zwaar uh, metaal. Dus uh, met Jij gaat mij zo even een snatch met 32 kilo laten zien. Dat ben mijn nieuwe held. <laughs> ik weet niet hoe je snatch doet met een, met een kettlebell. Dus dat. Oh, oké. Okay. Misschien, uh, als je hem uitlegt, dan, dan doe ik het gewoon. Er dat er dat zou ik moeten ja? kunnen. Als de mensen op mijn camera zien, dan zie je hem achter mij. zie je nu die silverback-gorilla liggen. op. Ben je een grote kettlebell fan, heeft het te veel? Uh... Ik, um, voor, voor het conditionele, ja ook sowieso voor, voor, om je lichaam sterker te maken. Als je met zo'n 32 kilo bel aan het uh, gooien bent, dat, dat is wel erg... dat uh, je, de, de, het gewicht en de kracht die je genereert als je met het ding aan het zwaaien bent. Ja. Dat, uh, ja, dat, dat, dat is wel erg gaaf. Los van het, was, het ja. feit dat het erg mannelijk voelt. Ook dat. Nee, ik gooi gewoon een silverback in de rond. Ja. Maar dat, nee, weet je, dat, ik, ik doe vaak na mijn krachttraining, doe ik... Um, een uh, ronde van vijf, uh, zes minuutjes. Ja. 30 seconden gaan, 30 seconden rust, 30 seconden gaan. 30 dat seconden rust. en als dus je dat, dat met die twee en dat kilobel doet zo en je explodeert iedere keer dat ding gewoon als het ware door het plafond heen. Ja. ja. ja dan, dan weet je wel dat je een MMA-ronde ook vol had. Dus. Dat is wel mannelijk inderdaad. Ja. Mooi. Oké, okay, nou goed voor de liefhebbers. Uh, ga naar uh, nutrogevit.nl met de kortingscode eindbazen en je krijgt uh, 5% korting ga oh. ja, Stefan, jongens. Nice. Ik wil jou uh, bedanken voor, uh, voor je komst. Ik wens je echt superveel succes met wat er allemaal gaat komen. Ja, en uh, ja, maar je Thanks. bent een van, de, een van de favoriete Nederlandse talenten die het moet gaan doen voor ons. Dus, uh, Zeker. Zet ons op de kaart, jongen. Als je hebt gewonnen straks, dan uh, moeten we dit nog maar een keer doen. Ja, helemaal okay. ja, goed. Okay. Super, man. Dank Bedankt voor je tijd. Jongens, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ciao.